Sammy? Evert is toch. Sammy? Ja, Sammy. Oké. Okay. Nee? Okay. Mag... Sam. Ja. Nee, ik ben snap... tegenwoordig Sam. Uh... Sam. Evert Zo is denk. toch bij Laura, Ro en Fox? Terecht, eh? te begrijpen, net papa geworden. Maar hij heeft blijkbaar wel tijd om bij Gert Verulst te gaan zitten. <laughs> het verschil moet er duidelijk zijn. Ja, en ja, ik denk dat hem zich wel plicht beseft dat dat er wel aanwezig was en dat het moest doen. Ja, ik snap het, ik het gewoon even Ik snap het ook. Snap het ook. En... Maar hij is vanaf maandag. Uh begint hij terug naar kantoor te komen al, zegt hij. Dus hij is volgende week zeker terug in Mitmit. Oké, okay. hij heeft ook heel veel reclame gemaakt voor MidMid. -Mid. heel duidelijk. Ja. Dus het was. De... Ik vond het, vind het altijd goed als we zijn bloopers en zijn verkeerde voorspellingen gebruiken als reclame voor de podcast. <laughs> ja. Dan denk ik altijd die mensen moeten echt denken, huh? Die kennen er eigenlijk niks van. Evert kent er niks van dan. Ja, maar ja, nee, Evert is het. wel een belangrijk onderdeel van. Het, <laughs> ja, dat, dat, dat is man. waar. Uh, heb je van de, voor vandaag iets extra's gedaan om um, de Evert in u naar boven te halen? Nee. Behalve dan valspelen misschien, door de laptop mee te nemen in de studio. Uh, waardoor ik snel nog dingen kan opzoeken als we... Is dat al valspelen? Evert heeft altijd een boekje, daar staat ook veel in. Ja, maar dat vind ik wel nog iets anders. Ik bedoel hier dat ik echt iets ga opzoeken als, als het nodig is. Ja, bij uh, hem is dat ja. proactief. Ja. 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 Um, en uh, de meeste dingen zegt hij wel gewoon uit zijn hoofd. <laughs> dat, is waar, dat is wel ja. waar. Uh, ben je eigenlijk uh, altijd fan geweest van de Rode Duivels? Of heb jij ook oranje periodes gehad? Ja, sowieso wel altijd fan geweest van de Rode Duivels. Maar als de Rode Duivels niet op een toernooi zijn, wat, wat we wel vaak meegemaakt mm -hmm. hebben, ja, dan was, was mijn voorkeur wel altijd Oranje of, of Frankrijk. een van de twee altijd. Nou, ik heb het eerste WK dat ik gevolgd heb, heb WK, 8, eh, nee, WK 94, was ik echt full-on Oranje supporter. Mijn moeder is een Nederlandse, dus ik heb een volledige Nederlandse familie, allemaal Rotterdammers. En ik was niet blij met de goal van Philippe Albert. Dat is daarna geswitcht, full-on Rode Duivel van geworden. Maar... Toen was ik een beetje te klein nog. Ik ben maar twee jaar jonger als ik. Hè? Ja, maar wel belangrijke twee jaar. Hè? <laughs> Waarschijnlijk Sintjes. wel. Um, onze gast van vandaag, die heeft 104 interlands gespeeld voor Oranje. Vijf grote toernooien, speelde de halve finale en de finale op een WK, scoorde in de finale van de Champions League en is nu trainer van Beerschot. Welkom, Dirk uit. Dag Dirk. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Um, heel mooi Palmares. Ik heb nog maar een paar dingen opgenoemd. Uh, we gaan straks nog veel me meer overlopen. Maar um, als je kijkt, de interlands alleen al 104 Interlands voor Oranje. Ik denk dat daar heel veel mensen jaloers op zijn. Op dat cijfer alleen al. Ja, nee. Uh, ik had nooit verwacht, uh, überhaupt om ooit voor het Nederlands zelf te spelen. Ik was ook een laat bloeier in mijn voetbalcarrière. Uh, op mijn achttiende pas ging ik naar een uh, professionele organisatie Utrecht. En dat je dan nog het Nederlands elftal überhaupt kan halen, dat, dat was niet zo makkelijk gezegd. Uiteindelijk, uh, ja, jaren later mijn debuut gemaakt, maar tien jaar Nederlands elftal gespeeld, hele grote toernooien mogen spelen en hele mooie historische wedstrijden. Dus uh, super trots op. Uh, ja, Wat ik heb kunnen bereiken met het Nederlands elftal. Ja, want je kan veel toernooien spelen, dat is één ding. Maar de wedstrijden die jij ook gespeeld hebt, er zijn er een paar die ja, voor altijd in de geschiedenisboeken zullen staan. Ja, nee, we hebben onvergetelijke wedstrijden gespeeld. Uh, of het nou EK 2008 was. Zelfs in 2006 was <laughs> memorabel tegen Portugal. Volgens mij de meeste gele kaarten en rode kaarten ooit. Uh, maar ja, 2010 finale, uh, wat we hebben. Voor elkaar gekregen op 2014 met Louis Vergalen in een compleet ander systeem dan het Nederlands elftal ooit gespeeld heeft. Door Argentinië, het Argentinië van Messi uitgeschakeld worden met penalties, was denk ik een beetje pech, maar wel het maximale daaruit ja. gehaald. Dus ja, hele mooie, hele mooie ervaringen. We gaan er straks allemaal dieper op ingaan. Ja, want het slotste blijft zoveel caps halen in, in gouden lichtingen. Dat mo moeten we ook meegeven aan de kijkers. Zeker de jongen die dat niet weten, het was, dat was een waanzinnige ploeg. Ja. Waar je altijd in de basis stond op de grote toernooien? Ja, dus... nee, ik, ik uh, moest altijd opboksen tegen de grote vier. Zo noemden wij dat in Nederland. Dus uh, Robben van Persie, van de Vaart en Snijder. Uh, en ja, ik kon mezelf weer altijd toch wel uh, op zijn Nederlands tussenwurmen, uh, zeg maar. En ik speelde eigenlijk altijd. We gaan het er straks uitgebreider over hebben, want um, er is veel om dieper op in te gaan. Maar ja, je bent nu in België, je bent trainer van Beerschot. Woon je ook in Antwerpen nu? Jazeker. En uh, dat bevalt heel goed. Dus ik ben uh, 3 januari begonnen bij Beerschot. Mooie club. Uh, historische club. En uh, ja, de club wil heel graag vooruit. Terug naar 1A. En daarvoor uh, ja, ben ik aangetrokken. Dus ja, behoorlijke druk brengt dat met zich mee. Maar dat is eigenlijk wel het fijne wat ik vind aan, aan sport en voetbal. En uh, ja, het is een enerverende rit. Er mm -hmm. gebeurt van alles. In een hele spannende competitie. Maar Beerschot, Antwerpen. Een hele fijne plek om te zijn. Wat vind je al van de stad Antwerpen en van Antwerpenaren als personen? Want in België en in Vlaanderen zijn de meningen daarover verdeeld. Ik ben zelf een Antwerpenaar, ja. Sam niet. Sam ja. woont er wel? Ja, nee. Ik ben best wel regelmatig in veel plekken in België geweest. En ik weet ook dat de meningen verdeeld zijn. Maar <laughs> ja, in een korte periode ben ik wel verliefd geworden op Antwerpen. Ik vind het echt een geweldige stad. Een stad die bruist. Als je uit eten wil gaan, zijn er denk ik fantastische restaurants. Mooie gelegenheden om wat te drinken, of het nou uh, een, een pintje is, of ze Belgisch, of uh, een glas wijn, of, of een kopje koffie. Mooie weer moet nog komen, want het heeft volgens mij de eerste maanden alleen maar hier geregend. Maar ja, straks het mooie weer komt, dan denk ik dat, ja, dat ik wel Antwerpen als mijn favoriete stad van België aan kan wijzen. Dus ik ben er heel erg blij en ik ben blij dat ik daar, daar nu ben. En ik, ja, ik ben denk uh, Ongeveer zes van de zeven dagen ben ik daar. Okay. Als ik vrij ben, wil ik nog wel eens uh, naar Nederland gaan om familie te bezoeken. Uh, maar verder ben ik gewoon hier. Heb je al Belgisch bier leren appreciëren? Want ik heb gelezen dat jouw lievelingsbier nog altijd Heineken is. En je ja, weet hoe wij daar hierover denken. Dat, dat is meer om, uh, om, om mijn Belgische vrienden wat meer uh, te stangen. En, uh, uh, ja, stangen. Padel, Padel is uh, ook wel een. Uh, ja, een sport die ik speel. En na afloop van Padel drinken de Belgen graag een biertje. Dus de eerste keer dat ze aan mij vroegen, wist ik wat, wat ik moest antwoorden. Uh, ja, ik, ik heb veel met Heineken, zeg maar. En, maar ik weet wat de Belgen, wanneer ze dat maken. <laughs> en, uh, maar ik, ja, de Belgische bieren, die, uh, ja, die kan ik wel waarderen. Alleen, ja, er zit een wat hoger percentage alcohol in, dus... Je moet er dan ook weer niet te veel van drinken. Wesley Snijder, uh, uh, ik had de afgelopen vrijdag waren er twee... Uh uh, televisieprogramma's uh, naar de wedstrijd uh, komen kijken. En toen werd me ook de vraag gesteld over Belgisch bier. En toen zei ik van ja, ik drink er vaak maar eentje. Maar ja, de Belgische bieren moet je niet te veel uh, van, uh, van drinken. Anders, uh, ja, anders ga je dat wel voelen. En heindeke kan je daar net wat meer van hebben. Dus vandaar dat Wesley Sneijder zei van... ben niet gewend dat Dirk maar één biertje drinkt. <laughs> Is het voor jou aanpassen eigenlijk... aan de, de Belgische en Vlaamse mentaliteit? Of valt dat mee? Um, nou, wij Nederlanders zijn je natuurlijk vrij direct. Dus natuurlijk uh, probeer je op de juiste manier aan te passen. Maar wat mij enorm ja, bevalt met de mensen waar ik nu mee werk. is dat het heel gemoedelijk is. En uh, ja, dat ik mensen om me heen heb die heel graag hard werken. Um, ja, dus dat bevalt mij wel heel erg om, om hier in België te zijn. iets meer in de Luwte. Um, ja, dus aanpassen. Eigenlijk niet echt. Ik heb me eigenlijk uh, heel snel op ja, mijn gemak gevoeld. Ja, Sam, jij woont in Antwerpen als Leuvenaar. Ik denk dat Antwerpenaren ook wel de, de meest Nederlandse Vlamingen zijn. Dus ja. het gaat over direct zijn. Ja, ik wou ze ook omschrijven als de Nederlanders van de Vla Vlamingen. Ja. Zo vind ik ook. Mm. Absoluut. Ja, en als ik, Leuvenaar wil ik merk kan ook even wel even zeggen, ja. stellen Artois is sowieso het beste bier. Hè? Wat zeg je? Als Leuvenaar moet ik toch ook zeggen. Stel, Artwise. Ja, die, die heb ik nog niet de, gehad. De beste, nee? beste <laughs> nee. pils. Het beste bier? Nee, oké. Okay, het beste, beste pintje, ja. Nee, ja. Klopt. Ja. Wij is het beste bier? We kunnen wat tips geven. Hè? Ja, dat is een moeilijk Duvel. Ja. Duvel heel ja. lekker. Sint Bernardus. Ja. Orval. Sint Bernardus op 12. Heel, ja. Dat is heel. heel dat is maar heel dan Ik dan krijg dan maar één van drinken. keer. Echt... <laughs> uh, op zijn Belgische Duvelke vind ik wel lekker. En volgens mij Tank 7. Kennen jullie die? Ja, vond ik ook bijvoorbeeld zo'n Saint Bernardus dat is één perfect voor als je zometeen zondagmiddag vrijs om drie uur eentje, ja. om vijf uur nog een, en dan is, dan is het wel ja, een probleem. Het is alleen, ik ben zondagmiddag <laughs> nooit vrij. Oké, okay, dus. ja, dat, <laughs> dat is waar. Um, ja, hoe is het eigenlijk bij Beerschot? Want uh, je zegt van oké, okay, in Antwerpen dat is één ding, maar bij Beerschot nu ook, je zit daar nu een paar maanden. Hoe bevalt je dat voorlopig en hoe, hoe werkt dat in die eerste? Je hebt nu negen matchen daar, uh, daar gecoacht. Ja, hoe het, nee, dat voor jou? Het, het bevalt heel goed. Uh, het is natuurlijk heel erg lastig om als coach midden in het seizoen. Um, Zeg maar bij een club te beginnen. Daar moet je. Ja, we, we kwamen samen met Dirk Heesen, de assistent, kwamen we op 3 januari uh, binnen. En volgens mij, tien dagen later, uh, was de eerste wedstrijd. Dus dan heb je heel weinig tijd om, laten we zeggen, 24 spelers, uh, laten we zeggen, 12 stafleden, je directie boven je. om die heel snel te leren kennen. Maar dat is eigenlijk heel goed gegaan. En dan is er natuurlijk de druk van het presteren. Want ja, Beerschot stond bovenaan uh, uh, halverwege het seizoen. En heeft als doelstelling om te, om te promoveren. Heeft geen plan B. Ja, dat is nogal wat, wat, je, wat je vraagt, denk ik, van zo'n club. Dus de uitdaging is heel groot. Uh, als je kijkt naar de competitie, waarin, denk ik, meerdere clubs hetzelfde willen als wij. Uh, ik denk niet dat, dat er buiten de jongteams veel clubs zijn die een hogere begroting hebben dan wij. En uh, ja, dan toch die ambitie hebben. Ja, dat, dat betekent, denk ik, dat uh, onze technisch directeur. Georgie uh, ja, heel goed werk heeft gedaan door uh, denk ik een hele goed voetballende ploeg neer te zetten. En ook ja, mijn voorganger heeft natuurlijk uitstekend werk gedaan. Ik denk dat hij dat ook al in zijn eerste seizoen uh, voor elkaar gekregen heeft. Alleen het volhouden daarvan, dat was het eerste seizoen niet gelukt. Dus daar ligt natuurlijk ook de uitdaging. Als je kijkt waar Beerschot uh, ja, stond uh, vorig jaar rond deze periode, stonden ze volgens mij ook bovenaan in de winterstop. En rond deze periode. Periode was in ieder geval uh, waar ze uitgespeeld voor plaats 1 en, de, 1, 1 en 2. En werd het ook niet zoveel in de play-offs. Dus het volhouden daarvan is natuurlijk ook een uitdaging. Ja, en ja, tot op heden staan wij uh, nog steeds bovenaan... met uh, heel veel ploegen die uh, ja, in onze nek hijgen. Het is waanzinnig als je maakt, kijkt. Uh, ja, dat maakt de uitdaging uh, des te groter. De Dijnse Lommel, Zotte Warichem, Dender en Patro... dat is op 1, 2, 4, 5 en 6 punten. Ja. <laughs> dat, is, dat is waanzinnig. En gek. en de competitie, want je hoort er vaak over competities die gericht worden. Elke ploeg kan van elke ploeg winnen. Dat gaat echt op voor de Challengers Pro League. Dat, ja. is, dat, is, dat is echt zo, je ziet, echt, echt opvallende resultaten vaak. Ja, nou, je, je hebt nu de, de, de mooie situatie waarin je, nou, je noemt die zes clubs, maar onderaan is het ook erg spannend. En dan heb je de jong teams die zichzelf ja, tegen ja, alle clubs eigenlijk willen bewijzen. Maar ook al hebben bewezen dat ze ja, het elke club moeilijk kunnen maken. Dus uh, ik vind het een hele interessante competitie. En ja, wat grappig is, dat je iedere club hoort zeggen van ja, als we nu twee, drie wedstrijden op rij hadden gewonnen, dan hadden we losgekomen. Maar ja, dat, ja. dat zegt iets ook hoe dicht de kwaliteit uh, uh, bij elkaar staat. En ik denk dat wij uh, ja, in ieder geval het voor elkaar hebben gekregen om stabiel te blijven presteren. Dus dat is een verbetering ten opzichte van, uh, van vorig jaar. En ja, waar wij mee moeten dealen op dit moment is dat ja, denk ik, we in balbezit enorm dominant zijn. Um, dat ploegen daar rekening mee houden. En dat veel ploegen zich ook nu aanpassen aan ons. Ja, om ons aan de bal te laten. En dan ons met name op het op de counter moeilijk te maken. Zoals ja, afgelopen vrijdag Liers uh, uh, probeerde. En ik denk dat wij daar steeds beter een antwoord op hebben. Dus uh, ik denk dat het tot het einde toe uh, heel spannend blijft. Niet alleen voor ons, maar ook die andere hmm. vijf ploegen. Maar ook de ploegen die om degradatie spelen. Want die hebt ze moeten overpakken in januari. De ja. ploeg die bovenaan staat. Hoe heb jij jouw stempel dan al proberen drukken in die korte periode dat je daar zit? Um, nou, laat ik vooropstellen dat ik nog nooit in een 3-4-3 systeem gespeeld had. Uh, kijk, ik heb natuurlijk mijn periode bij ADO gehad. Maar daarvoor ook jaren uh, de onder-19 van Feyenoord getraind. Dus dit was niet een systeem... Um, die ik vaak gespeeld had. Maar de principes die de vorige coach had, die, uh, ja, die lagen heel dicht bij mij. Dus aanvallend voetbal, bepaalde intensiteit aan de bal, hoog druk zetten. Ja, dat beviel mij enorm. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk op voortgeborduurd En ja, door middel van hele kleine aanpassingen, maar ook onszelf te wapenen tegen ploegen die... Zich gaan aanpassen aan ons. Daar het juiste uit te halen. En ik denk ja, dat we daar ja, progressie in hebben gemaakt. Uh, ik denk dat we ja, veel aandacht hebben uh, besteed aan de restverdediging. En hoe om te gaan met uh, de counterpress van de, van de tegenstander. Maar ook hoe we het ploegen moeilijker kunnen maken die echt inzakken. Uh, en we hebben ja, nu regelmatig ploegen tegen ons over, tegenover ons gehad. die met acht, negen mensen in hun eigen 16 meter verdedigen. En dan moet je daar. Je tegen een wapen en dan is vaak één wapen niet genoeg. Mm -hmm. En Met wapens bedoel ik dan ja, je kan via positiespel proberen kansen te creëren, maar je kan het bijvoorbeeld ook via deep runs of via voorzetten van de zijkant. En ik denk dat we daar um, ja, iets meer afwisseling in hebben, zodat we ja, tegenstanders in staat zijn om tegenstanders te verrassen. Denk je dat de Beerschot klaar is voor promotie en om dat niveau ook te spelen? Ja, en nou kijk. Je merkt dat de club op een punt staat waarin er heel veel stappen uh, genomen uh, gaan worden. Dus, um, ze zoeken veel, een overnemer. Wat zeg je? Ze zoeken bijvoorbeeld een overnemer. Ja, er nee, speelt enorm veel. Maar ik denk ja, dat het een heel veel met het ander te maken heeft. Ik denk als je kijkt naar de club. Uh, als je afgelopen vrijdag in het stadion was. Um, en um, je ziet de supporters en de manier hoe ze achter de ploeg staan. Dan is dat absoluut één aanwaardig. Uh, als we kijken naar onze elftal, dan denk ik uh, ja, aan de bal dat we heel erg goed zijn. Dat we, ja, dat we een goede kans maken om te promoveren. En dat we denk ik ook een goede kans maken uh, om, uh, om ons volgend jaar in die hoogste competitie eventueel door te ontwikkelen. Maar daarbij zijn natuurlijk ook andere ontwikkelings punten van de club waaraan gewerkt moet worden. En ja, dat is niet mijn, uh, daar ben ik niet de persoon om daar iets over te zeggen. Maar daar, ja, dat is wel nodig om, om, om door te gaan met elkaar. Dat we blijven stappen maken, niet alleen op het veld, maar ook erbuiten. Maar dat is wel de bedoeling, dat jij ook mee doorgaat met die club dan? Ja, nee, mijn intentie is sowieso om, uh, om bij de club te blijven. Alleen ik heb aan de voorkant gezegd van jongens, laten we de eerste periode... Die uitdaging uh, met elkaar aangaan. Ik weet wat de, wat de voorwaarden zijn. Voor mij waren er bepaalde voorwaarden en die waren heel duidelijk. wat mij uh, ja, uh, de doorslag gaf om hier aan de slag te gaan. Nou, dat, alles wat ik besproken heb met Georgie, dat is, dat is uitgekomen. Er waren geen geheimen, er was heel veel transparantie. En ja, uh, laten we eerst. Zeg maar, die dat eerste doel met elkaar waarmaken. En dan aan het einde van dit seizoen de balans opmaken. En dan weer opnieuw die voorwaarden voor elkaar uh, naast elkaar neerleggen. En ja, wat mij betreft zie ik heel veel toekomst hier in de club. En ik hoop dat de club uh, er precies hetzelfde over denkt. We mogen dat wel niet onderschatten, die, de rol die die Georgie gespeeld heeft voor de club. Als het halen, ik zou een klein standbeeld toch zetten. Want het is op twee jaar op rij dat hij enorm goedkope ja. uh, alternatieve opties geweest is. Veel verkocht ook. En ze doen toch twee keer. Uh, ja, ik, denk, ik, denk, ik denk dat het een enorme wisselwerking uh, is. Dus, dus Georgie is enorm belangrijk. Uh, onze CEO Fred is enorm uh, belangrijk. Maar ook de jongens die, uh, die Georgie bijvoorbeeld de kans heeft gegeven. Je ziet dat het jongens zijn die eigenlijk met alle respect voor de 1B-competitie. meer kwaliteit hebben dan uh, de 1B-competitie. Eigenlijk hebben we heel veel jongens in de selectie die een niveau hoger makkelijk aan zouden moeten kunnen. Alleen ergens onderweg in hun carrière hebben ze tegenslag gehad. Op de een of andere manier hebben ze bepaalde uh, verwachtingen niet waar kunnen maken. Dat kan zijn door blessures, dat kan zijn door verkeerde keuzes, dat kan andere oorzaken hebben. Maar die jongens, ja, ik heb het gevoel hoe ik elke dag met ze op het veld sta, ja, dat ze echt dit als een laatste kans zien om zichzelf te bewijzen, ja dat ze ja op dat hogere niveau uh, thuis horen. en ja hoe mooi zou het zijn dat uh, ja dat dat ze elkaar dit seizoen belonen door die promotie met Beerschot mee te maken. Ik denk dat iedereen of veel jongens die doorgroei mee kunnen maken naar een competitie hoger alleen. Mm. Ja. Ja, uh, over Linda als hij niet zoveel blessures gehad heeft speelt hij normaal gezien nu niet in E-b. Ja. Dat, yeah. dat volg ik volledig. Ja. Yeah. Ja, uit de Thibau Verlinde. Uh, ja, we hebben zoveel spelers, die hebben allemaal hun eigen verhaal. Maar heel veel kwaliteit. En, en dat zie je ook de manier hoe wij spelen. Uh, dat heeft de vorige coach nogmaals daarin gebracht. Maar er zijn niet zoveel ploegen die zo dominant aan de bal kunnen spelen. Kijk de competities er maar op na. Maar Beerschot heeft een, uh, een gemiddelde van meer dan 60% balbezit per wedstrijd. Ja, kijk in de Nederlandse topcompetities. Kijk in de Belgische topcompetities. Ja. Volgens ja, mij komt PSV dicht in de buurt, maar volgens mij niet over de 60% of net. En wij, uh, ja, wij doen dat heel goed. Dus dat, heeft ook, dat is ook een compliment naar de jongens toe. Dat, dat het ja, wel degelijk zo is dat ze bepaalde kwaliteit hebben. Nog vijf matchen, hè? zijn het? Nog vijf, ja. Vijf finales. Het gaat. Uh... Maar er is er maar één belangrijke. Dat is de volgende. Ja, is maar, <laughs> kom maar, zeg, het gaat snel. Ja. Je ja, hebt nee. nog maar vijf matchen. Nee, het vliegt. Je, ben, je en, bent er net. Uh, ja, je bent er net, maar dat, dat zeg ik, je komt 3 januari binnen en dan heb je maar een x aantal dagen om je voor te bereiden op de eerste match, maar ook de jongens te leren kennen. Uh, dus in die zin was ik heel erg blij uh, dat ik met, uh, ja, met een volwaardige staf kon beginnen, waarin ook heel veel kwaliteiten zitten, die uh, ook zeker niet onderschat moeten worden. Uh, want we hebben het net over Georgie gehad, maar ik heb een fantastische staf. En ja, ik had de club eigenlijk maar één ding gevraagd: of ik één iemand mee mocht nemen die ik goed uh, kende, die ik kon vertrouwen en die uh, ja, ook een verlengstuk uh, van mij zou zijn. En dat was Dirk Hezen en, en de rest van de staf die stond. Dus uh, ja, ik heb een goede uh, assistentcoach, performancecoach, videoanalist. Ja, en dat maakt werken wel makkelijk als je ja, ook op dat gebied hele hongerige mensen om je heen hebt. Ja. Uh, je trainerscarrière, je bent die eigenlijk begonnen. bij de club waar je ook als speler bent gestart. En, en gestopt. Ja, dat klopt. Quick Boys. Quick Boys, wat, wat een geweldige naam voor een club. Ja, echt. Ja, de, de grootste amateurclub in Nederland. Hè? Zo ja. wordt het toch altijd omschreven? Ja, ja nee, uh, nee. die cijfers, als je dat. dat is, heb ik gezien hier? 2300 leden, 120 teams en zes velden. Kan je dat wel voorstellen, bij Hasselt? Ja. Zoveel? Nee. Dat is. 2600 leden dat is echt dat is ja. extreem. Hè? Dat ja. mag ook echt niet onderschatten hoeveel dat dus is. Ja, Quickboys is inderdaad de grootste amateurvereniging. Denk ik uh, een van de grootste amateurverenigingen van Nederland. En uh, ja, ik, ik uh, ben niet geboren in Katwijk, wel getogen. Uh, <laughs> ik heb daar mijn hele ja, leven gewoond. En het is een christelijk dorp. Dus daar wordt op zondag uh, niet gevoetbald. Uh, dus vandaar ook dat heel veel mensen vanuit dat dorp uh, ja, bij de plaatselijke vereniging gingen voetballen. En dat was Quickboys of de Rivaal uh, Katwijk. Ja, en ik ben heel blij dat ik bij Quickboys terecht ben gekomen. Het is een fantastische familieclub. Uh, twee van mijn drie jongens, ik heb vier kinderen, spelen ook nog bij bij Quick Boys. De jongste heeft is begonnen bij Quick Boys, is daarna naar Feyenoord gegaan. Maar het, ja, ik kom er nog steeds vaak en het is een geweldige club. Um, ja, en ik ben ook heel blij dat ik zelf mijn opleiding daar heb genoten, omdat het mij niet alleen ja, een bepaalde voetbalcarrière heeft gegeven, maar ook ja, mijn, mijn beste vrienden nu nog steeds, heb ik door het voetballen bij Quickboys ontmoet. Ja, Katwijk. Waar ligt dat ergens? Want ik heb daar eigenlijk... Ik kan het niet situeren, niet plaatsen in Nederland. Ja, welke plekken ken je wel in, in, in genoeg, genoeg plaatsen, maar waar ligt nou, Katwijk jij, je hebt, ergens? Je hebt, Katwijk ligt aan de kust. Uh, ja, laten we zeggen tussen, tussen Den Haag en Amsterdam in. Uh -huh. En dan heb je bijvoorbeeld Scheveningen als bekende badplaats en Zandvoort. En daartussen ligt Katwijk en Noordwijk. Uh, Katwijk en Noordwijk grenzen aan elkaar. Ja, en het is een, het is een vissers, vissersdorp. Dus mijn vader was ook een visserman. Dus een gelovig dorp. Ik zou zeggen, ga er een keertje naartoe. Zonder eens een keer naartoe moeten gaan, inderdaad. Mm. Maar je hebt daar ook heel lang gespeeld, hè? Ja. Tot, ik, tot net voor je achttiende. Ja, ja, ik ben van mijn vijfde... Op mijn vijfde jaar ben ik daar begonnen. En uh, ja, tot mijn zeventiende, net voor mijn achttiende, toen kreeg ik de mogelijkheid om bij Utrecht te, te gaan spelen. Dus ik heb mijn hele opleiding uh, daar gehad. En dat, dat wilden mijn ouders ook graag, omdat ze nogmaals... Uh, mijn, ik kom ook uit een gelovig uh, gezin, nog steeds gelovig. En ja, ik mocht niet op zondag spelen. Dat is herkenbaar van mijn, mijn, mijn grootmoeder, die woonde in, in Rotterdam, uh, in IJsselmonde. En het was daar ook zondag naar voetbal gaan kijken. Not done. No gebeurde niet. Zondag was de dag ja, van de Heer. heb ja, ja. ja, ik nog niet waar gehoord eigenlijk. Nee, dat ja. zeggen, nog nooit. Zij, zij woonden vlakbij vlak bij de Kuip. Hij is is vlakbij de Kuip. En mijn grootmoeder is nooit gaan kijken op naar zondag. een match. Nooit. Nee, sowieso nooit. Maar vooral in die tijd werd er vooral op zondag ja. gevoetbald. En dat was heiligschennis in, in, in de familie van mijn grootmoeder. Okay. Ja. Maar een mooi verhaal is dat, um, dat ik, ik toen ik zeg maar, tussen de vijf en de achttien was, toen heb ik ook wel wat uitnodigingen gehad. Van, um, uh, van betaald voetbalorganisaties. En mij, mijn vader en moeder hebben altijd zeg maar, dat weggehouden bij mij... want dat wilden ze niet. Ze vonden ook dat ik prima op mijn plek was bij Quickboys. Alleen toen ik 17 was, toen kwam er een brief van Utrecht... en toen kreeg ik die brief in mijn handen van mijn ouders. En voordat ik hem open mocht maken, toen zeiden zij van... luister, um, je hebt meerdere van dit soort brieven in je leven gehad... Uh, maar wij vinden nu dat je oud genoeg bent om die keuze zelf te maken. Maar welke keuze je ook maakt, we zullen je steunen. Dus nou, dat was de brief van Utrecht. Waar in eerste instantie wedstrijden, Uiteindelijk kon ik een contract tekenen. En ja, ondanks dat mijn vader en moeder uh, gelovig waren, uh, hebben ze mij altijd gesteund. Dus die gingen in het vervolg op uh, zondagochtend naar de kerk en daarna direct door naar het stadion. Dus, uh, dus dat de eerste was wel brief mooi. van een. Van een toploeg die je gekregen hebt, is meteen ook de club waar je naartoe bent gegaan. Ja, ja, ja. dus ik heb meerdere brieven en uitnodigingen gekregen, maar dat ja, altijd bij mij weggehouden. En, en ja, toen kwam Utrecht. En, uh... Maar stelde u dan zelf nooit vragen zo? Als tiener, zo? Ja, ik nee, je, 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 je bent daar onbewust mee bezig. Ik zat er vaak wel in regioselecties. Ik ben ooit een keer uitgenodigd voor een, uh, een testwedstrijd, voor het Nel zelfs onder de 15. Maar ja, nooit echt, uh, ja, 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 nooit daar echt op doorgevraagd. Ook omdat met Quick Boys is een, nou ja, een, een grote amateurclub in, uh, uh, in hoeveelheid. Maar ook qua niveau speelden wij vaak ook wel tegen betaald voetbalorganisaties. En, en zeker de mindere konden wij ook wel eens van winnen. Dus ik speelde altijd wel op een vrij behoorlijk niveau. Ja, oké. Okay. Toen... Zeg maar, ja, ik heb gelezen dat je wel klein waart. Uw... Ik was altijd klein. Dat zou ik je dus, niet geven. Ja, dus ik was de kleinste. En uh, ja, in mijn carrière hebben vaak mensen ook wel getwijfeld aan mijn kwaliteiten. Maar uh, ook aan mijn, uh, mijn lengte en mijn fysieke gesteldheid. En uh, ja, ik, ik heb een trainer gehad, Dirk van Duin. Helaas is die uh, uh, nog niet zo lang geleden overleden in, in de beerschopperiode. Maar hij, okay. heeft, hij heeft mij altijd gesteund. Dus hij heeft mij altijd uh, uh, ja, het vertrouwen gegeven. En op het moment... Dat mensen om hem heen zeiden, andere trainers: van ja, hij moet, hij moet eruit, want hij is niet sterk genoeg. Heeft, ja, hij, hij herkende mijn talent al op jonge leeftijd. En uh, ik was, een, uh, ja, het is nog niet zo heel lang geleden, nog uh, bij hem op bezoek om afscheid te nemen. En toen zei hij nog: van ja, ik, ik baal nog steeds dat, dat Benitez de trainer is die jou het langst gecoacht heeft. Want <laughs> eigenlijk had ik dat moeten zijn, want hij had mij in de jeugd uh, volgens mij totaal vier jaar gecoacht. Was je toen ook al zo'n bijter? Als jongens? Ja, nee, ik was nooit uh, een opgever. Dus ik moest het altijd wel hebben van het, uh, van het harde werken. Het karakter. Ja. Uh, Utrecht dan. Op je achttiende of net voor je achttiende ga, ga je naar Utrecht. Um, was dat aanpassen voor jou? Want je zegt oké, bij Quick Boys, um, dat was het vijfde niveau in Nederland. Ja. En ook al speelden jullie tegen goede ploegen, het is wel nog een niveauverschil, kan ik ja. me inbeelden. Ja, nee, de, het, het niveauverschil is enorm. Dus kijk, als je betaald voetbal gaat spelen. Dan train je elke dag. En bij Quick Boys trainde ik drie avonden in de week. En dan was het ook nog eens gebruikelijk dat op donderdagavond na de training uh, ja, waren ploeggenoten gewoon gezellig biertje aan het drinken, wat eten. Een patatje of wat dan ook. Dus hm. ik kwam zeg maar binnen bij, bij Utrecht. Ja, ik had geen, niet een echt sportlichaam. Dus ik kon me nog op zoveel punten ontwikkelen. Um, alleen, ja, voorafgaand. Uh, toen ik bij Utrecht kwam, was ik eigenlijk bij het tweede elftal. En uh, mijn vrienden gingen voor het eerst naar het buitenland op vakantie, dat weet ik nog goed. En dat was eigenlijk net voordat ik moest beginnen bij Utrecht. En uh, toen heb ik besloten niet meer op vakantie te gaan, omdat ik fit het seizoen wilde beginnen. En ik ben die hele vakantie, dat zij lekker uh, in Griekenland waren, op een hele mooie plek met hele mooie dingen. <laughs> uh, drankjes. Ben ik uh, ja en vrouwen en, <laughs> ja, 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 ja. en uh, toen ben ik <laughs> gaan trainen. En wat bleek nou de eerste training bij het tweede elftal van Utrecht was een ja zo'n zo pieptest een looptest. Ja, ja. En ik had toen al uh, wel een goed oud uithoudingsvermogen. En ik kwam er als beste uit de test. En toen kwam Mark Wotter destijds de trainer van, van Utrecht kwam aangereden naar de training van het tweede elftal. Hij zei ik hoef niet de beste te spelen. Ik wil de meest fitte spelen. En alleen omdat ik de meest fitte was, kreeg ik een kans om bij het eerste al mee te doen. Want daar waren spitsen geblesseerd. Ik mocht meedoen. Ik scoorde de wedstrijd en de wedstrijd daarna zes keer. En, ik, ja. en je was vertrokken? Ik was vertrokken, ja. En vanaf dat moment heb ik heel veel geleerd. Moest ik me ook heel veel aanpassen, sterker worden, krachttraining doen, wat ik nog nooit gedaan had. Ik moest aan mijn techniek werken. Maar ja, doordat ik die boost kreeg in het begin ja, kwam alles eigenlijk in de stroomversnelling. Maar zo'n biebtest, dat is conditie. Maar langs de andere kant is er ook karakter. Hè? Dus ja. daarom past het ja, ja. helemaal bij je. Want je had zo'n Cooper-test en die twaalf ja. minuten lopen. Ja. Dat is meer conditie echt. Maar zo'n pieptest ja. zo ja. is gewoon ook gewoon... Zeker vanaf minuut twaalf, dertien, is het gewoon doorbij. Ja, 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 dat is... Uh, ja, die, je ja, het wel, is steeds opnieuw zo. Steeds heen ja, en weer. Dus dus, dus, dat is het mentale... Uh, ja, ja. Ja, dus ik heb de pieptest kapot gelopen. Ja, weet je nog hoeveel minuten bandje, je hebt gehaald? Mijn bandje was op. Nou ja, ik, ik kon dat heel goed lopen. Dus ik weet niet meer zo goed hoeveel het nou precies was. Want later had je dan die semi-pieptesten. Die stopten dan, omdat ze dan het ha de hartslag beter... Dus ik weet niet meer precies hoeveel het was, maar het was wel veel. Hoe lang duurde het voor jij zelf het gevoel dat, dat je die aanpassingsperiode verteerd had? Dat je op het niveau was van een club als Utrecht? Echt nou voor je, voor je eigen gevoel, hè? Ja, nou kijk, achteraf... Um, ja, ga je pas nadenken van welke ontwikkeling je allemaal hebt doorgemaakt. Alleen een van mijn goede karaktereigenschappen karakter was altijd dat ik mezelf altijd in een bepaalde positie zag, die misschien niet helemaal realistisch was. Dus. <laughs> ik, ik dacht altijd van ik kan ergens iets forceren om een belangrijk doelpunt te maken en me in het elftal op een bepaalde plek naar binnen dringen. Ja, dat, dat deed ik ja, in het eerste seizoen bij Utrecht was Michael Mols. Was, ja, in, ik weet niet of de Belgische mensen die kennen, maar die was echt in de prime. Van zijn carrière ik ging later ook naar Glasgow Rangers. waar hij helaas een kruisbandblessure heeft opgelopen. Maar hij was echt een fantastisch speler. Nou, hij het ook nog wel goed gedaan, heeft dat. Heel goed gedaan, ja. ja. Heel goed, maar oh, ik denk als hij die blessure niet had gehad. het nog beter of mm. nog meer uit zijn carrière had kunnen halen. Maar ja, dat, dat was de spits en ik was daarachter. En, en ik maakte een paar doelpunten. en hij ging weg en ik dacht, van ja, ik kan zijn plek wel overnemen. Maar ja, dat was het totaal niet realistisch. maar puur vanuit die positieve gedachte. ja. Scoorde ik de eerste wedstrijd een paar doelpunten. En daarna kwam, uh, kwam Igor Kloesovits. Iemand die heel succesvol is geworden bij Utrecht. Ja, die ging natuurlijk op mijn plek uh, lopen. Uh, omdat, hij, ja, omdat de club veel meer ervaring uh, zocht dan die jongen uit Katwijk, die net van de amateurs van Boys was gekomen. Maar ik wist toch op rechts buiten dan met mijzelf in dat elftal te spelen. En zo heb ik dat eigenlijk altijd. Ja, nog hele ja, carrière eigenlijk. Ja. Zelfs weer anders. Ik verbaasd dan mezelf. Want ja. ergens had ik. Uh, ja, onrealistisch, altijd ja, het vertrouwen dat ik, dat ik altijd dat niveau aan kan. Of waar, dat kwam ik het altijd... zelf, waar komt dat zelfvertrouwen dan vandaan? Ja, ik weet niet. Is iets wat ik altijd gehad heb. Ook toen je ik... jonger was, dat, ja. was dat er al. Ja. 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 ja want want ja, het duurt ja. tot het, ja, het tweede deel van je tweede seizoen bij Utrecht. Dan ben je echt, dan word je een vaste waarde ja. in het eerste team. En dan ga je er ook gewoon niet meer uit. Ja. Dan, dan begint het eigenlijk echt. Ja, klopt, ja. Dus ik, uh, ja, dus ik begon. Steeds in te vallen. En het tweede seizoen kwam ik, kwam ik erin. Daarna kwam ik er niet meer uit. En dan, ja, dan ga je zelf ook jezelf doelen bijstellen. En dan denk je van ja, is, is er meer dan FC Utrecht? En hoe, hoe mooi zou het zijn om bij een topclub in Nederland uh, te kunnen, kunnen spelen? Maar ook daar waren ja, op dat moment ook best wel twijfels over. En mm. toen scoorde ik op een gegeven moment twintig goals voor Utrecht. En uh, ja, toen ging ik uh, bijna transfervrij. Want dat was eigenlijk een fout van de club. Op dat moment, die mijn, uh, uh, mijn tekengeld uh, jarenlang niet had betaald. Dus ik kon eigenlijk voor heel weinig geld weg. Maar ik, ik moest mezelf bijna letterlijk aanbieden bij, <laughs> bij de topclubs. om daar binnen te komen. in plaats van dat ik echt gevraagd werd. En daarin had Bert van Marwijk een hele grote rol. Want hij was degene die, uh, ja, die ook weer. Heel veel vertrouwen in mij had en mij eigenlijk naar Feyenoord heeft gehaald. Terwijl er best wel twijfels binnen de top van de organisatie op dat moment ja, waren. Ja, en nogthans, als je kijkt, je track record, wat jullie gedaan hebben bij Utrecht, je hebt daar echt wel wat dingen laten zien. Hè? Als je kijkt, jullie Europees voetbal gehaald, uh, echte bekerploeg geworden, bekerfinale gespeeld, beker gewonnen. Ja, het ja. is niet dat jullie zomaar rond de tiende, elfde plaats aan het, aan het hangen waren. Je hebt wel een. een van een middenmotor mee een subtopper gemaakt. Ja, en nee, we met Absoluut. Utrecht, uh, die, die tijd was een sleeping giant. Maar ja, wat we toen met, met, met Utrecht voor elkaar hebben gekregen door Europees voetbal te halen, de, de hele stad stond echt letterlijk op zijn kop. Um, en, en uiteindelijk hadden we een bekerfinale die we verloren door een uh, scheize dwaling. Een bal die meters buiten spel was. Maar het jaar erop komen we toch weer in de finale en dan win je hem. Ja, dat was echt, dat waren hele mooie tijden. Hm. Maar Utrecht, als, je zo, als het zo goed gaat in Europees voetbal en winnen van Ajax, die stad staat echt nee, helemaal in brand. Hm. Wij kunnen dat hier als België ik heb het mogen meemaken, twee jaar en met drie stadion. Ja. Ja. Het is echt een fantastische club, waar ja. zoveel mogelijk is en waar, als, als het goed gaat, want het gaat ja. niet altijd goed natuurlijk. Ja, ja dat is fantastisch. Die ook mensen geweldige ook. stad Utrecht. Ja. Heel leuke stad om gewoon en het spelershome. Een van de leukste spelershome ja. die ik daarna ook nog heb meegemaakt: overal zo kadertjes en foto's uit het verleden en zo. Ja, Dirk klopt, hangt ja. er uiteraard heel veel. Ja. op. Maar ook zo Kevin van den Berg. Het is ja. altijd ging mij zo zoeken naar om de meeste spelers te kennen en zo. Ja, want er waren super gezellig gezellige club. En ja, Dries heeft daar gezeten. Je zegt van den Berg, maar je hebt ook met wat Belgen gespeeld. Als je kijkt, Teker. in het begin al uh, Stijn Vreven, ja. Tom van Mol. En Stijn Vreven, uh, je hebt het voorwoord van zijn biografie geschreven. Ja, dat klopt. Ik heb uh, laatst nog. you oh. in een andere podcast. Ik weet niet of ik dat allemaal je het. mag het <laughs> hier. Heb ik Stijn uh, weer gezien. Maar ja, St ik speelde in mijn eerste jaren zeg maar op, uh, op rechtsvoor. En Stijn, ja, die denderde er altijd uh, overheen. <laughs> en ik zal nooit uh, het publiek van Utrecht vergeten. Want die, die zongen altijd Gooi je haar los, maak me gek. Maar de laatste keer dat ik hem zag, was te weinig haar <laughs> <laughs> Weet je nog wat je geschreven hebt in dat voorwoord? Ik heb het nooit gelezen, dus ik weet het niet. Daarom dat ik het je vraag. Ja, dan, dan moet je me even helpen. Maar het zal in ieder geval uh, ja, heel positief Positief, uh, zijn, want kijk, ik was een jonge jongen en ik heb heel veel geleerd van uh, ervaren mensen om me heen. En Stijn, ja, Stijn was een van die, uh, van die ervaren jongens. Je had Mitzel van der Gaag, die nu assistent is bij uh, Ten Haag bij Manchester United. Uh, Jean-Paul de Jong. Zelfs nog met iemand, iemand Stefan Tangen, die jullie wel bekend is. Ja, die heeft daar Mol gespeeld. Hè? Ja, Tommy van Mol. Maar Alfons Groenendijk was ook heel belangrijk voor me. En Stijn was jaren ouder dan ik. Ik kon me enorm aan hem optrekken. Maar het is ook een soort vriend van mij geworden. We waren ook buiten het veld heel close met elkaar. En ja, ik heb enorm veel van, van Stijn geleerd. Jullie veroverden dat Europese ticket in 2001. Wat weet jij nog van je eerste Europese wedstrijd? Goh. Tegen Grazer AK ja, uit Oostenrijk. Ja, ja volgens mij... <laughs> Onvergetelijk. Wonnen <laughs> uh, we die wedstrijd niet... Uh, uh, even kijken hoor. Thuis met, met 3-0 of zo, of 3-1. En toen kwamen we uit volgens mij uh, heel snel 3-0 achter of zo. Kan dat? Even dubbelchecken, maar ik dacht inderdaad 3-0 gelezen te hebben. Eerst ja. kijken. Uh, 3-0 thuis en dan 3-3 ja. de, de uitwedstrijd. De, de uit kwamen we met 3-0 achter. Dus toen dachten we, nou, die, die hebben we gewonnen. Dat was natuurlijk onervaren in Europa. Maar die thuiswedstrijd die was fantastisch. En het publiek, uh, ja, die, nou ja, die heb het zelf meegemaakt. Die, die snakte al jaren naar dat Europese. En um, ja, dan is dat eindelijk zover. Dus dat, dat was een geweldige belevenis. En daarna tegen Parma gespeeld, waar wel een paar toppers rondliepen. Wie heb ik hier opgeschreven? Uh, Appia, Hakan Sukur, Johan Mikou. Ja, maar ik stond tegen Cannavaro. En ik zal nooit... Ik was ook in een... <laughs> Maar ik zal nooit vergeten. En uh, ik ben hem natuurlijk later nog wel een aantal keren tegengekomen. Maar dat ik dacht van... Oh, Faro, je bent eigenlijk helemaal niet zo groot. En die sprong echt voor mijn gevoel twee meter in de lucht. Dus elk duel wat ik moest spelen... Ik ben ook niet de langste. Maar ik was redelijk sterk in de lucht ook altijd. Vanwege mijn timing. Hij ja, won alles. En spijkerhard. En uh, ja, dat was wel... Uh, ja, voor mij een hele mooie ervaring van... oh, als ik dat niveau ooit wil bereiken... dan heb ik nog een lange weg te gaan. Maar je ziet wel vaker spelers die in de jeugd klein zijn... niet allemaal natuurlijk... maar dat die qua timing en qua sprongkracht ja. Ja, wel extreem zijn. Ja, maar ik denk dat dat een voordeel dan... is. Kijk, op het moment uh, dat, je, dat je fysiek wat minder bent... Um, uh, dus ook vaak minder snel. Dan, dan moet je leren om tussen de linies te bewegen. En eigenlijk uit het duels te blijven. En dat is een heel groot aspect in het voetbal. Op het moment dat je zonder je fysiek, zonder je snelheid. toch in staat bent om spelers uh, of, of tegenstanders het lastig te maken. Ja, dan maak je stappen. En ja, dat is wel grappig. Hoe de ontwikkeling van mijn jongste zoon. die bij Feyenoord speelt, zie. is dat hij um, is van september. Uh, dus. Heel veel jongens zijn 8, 9 jaar of 8, 9 jaar, 8, 9 maanden ouder dan hem. Want de meeste zijn van januari. En ook fysiek is hij um, ja, wat later ontwikkeld en hij moet altijd maar opboksen tegen ja, fysiek sterkere spelers, uh, snellere spelers. Ja, en nu is dat soms best wel lastig en af, af en toe best wel slikken, want daar moet hij echt zijn best voor doen. Maar ik denk dat het uiteindelijk heel veel gaat opleveren, want ja, uiteindelijk gaat die groei er komen. Uiteindelijk komt er dan ook uh, fysiek meer kracht en snelheid. Hoe oud is hij? Hij is twaalf. Oké. Okay. Dus ik, ik, nog heb nog, uh, ja, en ik heb nog een, een zoon van 16, bijna 17, en een zoon van 15 die bij Quick Boys spelen. Ja. Maar ja, die speelden eigenlijk op hetzelfde niveau als ik toen speelde. Dus ik zeg altijd: iedereen be, be, ja, bewandelt zijn eigen pad. En uh, ja, ik hoop voor hun natuurlijk ook dat ze mooie dingen mee gaan maken in het voetbal, want het is ook hun lust en leven. Over mooie dingen, die twee bekerfinales. Even de eerste, een minder mooie herinnering misschien. Je verliest die. Sam, quizvraagje voor u: het is geen gemakkelijke. Spelen tegen Ajax. Er vallen drie grote namen in, in die wedstrijd. Voor Ajax? Ja, 2002. Kan je ze alle drie opnoemen? Het is niet gemakkelijk. Ja, ik jij gaat... het weet, Dirk? Nee, Eén ongelooflijk grote naam. Van der Vaart zijn? Nee. Ibrahimovic? Ja. Zlatan is er eentje van. Zlatan Ibrahimovic valt in in de bekerfinale. Vond ja. ik al heel opvallend. Ja. Dat hij niet start. Dus nog niet Song dan, hè? Die komt daarna nee. pas, denk ik. Zlatan ja. is wel duidelijk de grootste naam. Wanberto? Ja. Wanberto, die valt in. Nee, maar jij kunt dat zo gewoon. Ik heb wel ik redelijk staf. goed gehad. En weet, weet je de derde nog? Nee, de derde zit ik te denken omdat je zegt hij viel in. Ja? Aanvallende middenvelder. Van, van de vaart? Steven Pinaars. Ah, oh ja, ja. Dat is ook iemand die. Ja, als, ja. Ik las die naam terug toen ik dit aan het voorbereiden was. En iemand die ik volledig vergeten was eigenlijk. Ja. Vergeten was voor een goede voetballer dat eigenlijk ook. Ja, hij was echt een hele goede voetballer. Zuid-Afrikanen. Ja, Zuid-Afrika. De Bekerfinale van 2003, dat is een leuke herinnering. Dat is de laatste match die je gespeeld hebt voor Utrecht. Maar mag ik nog even terug naar die van 2002 ja, gaan. Zeker. Uh, verlies tegen Ajax, maar wel in de halve finale jong Ajax uitgestakeld. Ja. <laughs> maar waar is dat dan, als jullie dat niet hadden gedaan, speelde dan jong Ajax effectief tegen Ajax? Ja, de, de, of doen de, de, ze dat dan de, niet? Ik weet niet wat er dan was gebeurd, maar dat was, een, was destijds een hele gekke situatie. En voor mij was het, de finale was ook verschrikkelijk, want ik was geschorst. Die, uh, die wedstrijd, die finale. Dus ik heb eigenlijk nog nooit in mijn carrière een rode kaart gehad. Ik ben zelden geschorst geweest. Ik heb ook heel vaak heel veel wedstrijden op een rij kunnen spelen. Maar het was verschrikkelijk om die finale niet te spelen. Dus, uh, en, en ik had wel gespeeld dus uh, die halve finale. Ook nog gescoord in de arena. Het was, was echt gewoon een volle arena. Dus... Het was ook super lastig om van, van Jong Ajax te winnen, maar ik, ja, dat is wel een goede vraag wat er dan wat gebeurt. Een hele gekke situatie. Ze zullen we wel gespeeld hebben, natuurlijk maar ja. speel je die dan toch gewoon? Nee? Ja, maar als Jong Ajax die wint, staat hij dan bij Ajax op het moment, ja, dan res, Nee, dan is... staat hij bij Jong Ajax op het moment, ja, res, dan die ja, Dat, die dat, dan dat dan is niet echt eeden. een club ja. natuurlijk. Ja. Ja, ja, ook al. Ook al voor wie is het Europees ja. dan? Ja, ik las het en ik, ja, ik vroeg het me meteen af. Maar. Cool. Uh, 2003, de laatste match die je voor Utrecht gespeeld hebt, je transfer naar Feyenoord was toen al bekend, lag ja. niet enkel vast, maar iedereen wist het al. En dan speel je net de bekerfinale tegen Feyenoord. Ja, ja dat was, dat was uh, ja, natuurlijk een hele gekke situatie, omdat ik vlak daarvoor getekend had voor Feyenoord. Uiteindelijk ja, lekt dat uit, zoals heel veel dingen uitlekken in het voetbal. En uh, ja, dan moet je die finale spelen. En dan gaan mensen natuurlijk al een beetje aan je hoofd zeuren van nou, hoe ga je dan zo'n wedstrijd in? Maar ja, ik wilde ten koste van alles nog één keer... Uh, alles geven voor Utrecht. En laten zien, ook gelijk aan de Feyenoord-supporters. wat ze in huis zouden halen. En wij speelden echt tegen, ja, tegen een heel goed Feyenoord. Met, met onder andere Van Hooijdonk in het elftal. Dus eigenlijk waren zij zwaar favoriet. En ja, die wedstrijd uh, walsten we eigenlijk over Feyenoord heen. En wist ik ook nog te scoren. Ja, en dan sta je daarna met die beker in je handen. En dan denk je: oh, hoe gaat iedereen reageren? Want 50% van het stadion was Utrecht. Die gingen helemaal los. Zoals je gewend bent. En 50% was, was Feyenoord. Maar het bijzondere toen was dat: ja, je bedankt het publiek. Je viert feest. Maar ja, ik bedankte ook het fijne publiek. En ik kreeg gelijk een applaus. Ondanks de teleurstelling van het verlies. En toen wist ik: hmm, dat komt wel goed uit bij Feyenoord. Met mij. Ja, maar als je door die supporters van Feyenoord. Zo'n beetje kent dan past dat er ook wel bij. Het feit dat jij gewoon effectief je gegeven hebt. Ja. Je wint met 4-1. Je scoort. Ik ja. denk dat zo'n supporters dat dan net meer appreciëren. In plaats van iemand die zijn best niet doet. Ja, ja, de, de, ja dat, bij, bij de Feyenoord supporter is dat heel erg belangrijk. Dat je alles geeft voor het shirt. Eh, en er alles uit haalt wat erin zit. Dus ja, ik kon mezelf wel goed vergelijken met het gevoel van de Feyenoord supporters. Ja. Was er interesse van andere ploegen? Je zei dat je jezelf zet, je je moeten aanbieden. Waar ja, nou ja kijk, ik, ik, ik ging kijken van. Uh, ik, ik was niet van jongs af aan een echte Feyenoord supporter. Ik, uh, ja, zoals, je, zoals ik net al zei, geloof ik opgevoed. Maar dan ga je op een gegeven moment voor Utrecht spelen. En Utrecht en Feyenoord zijn wel vergelijkbaar. Dus wel, welke topclub past nou het best uh, bij je? Maar ik weet wel dat uh, op het einde uh, Leo Beenmakker was volgens mij technisch directeur bij. Uh, bij Ajax en die belde op het laatst, terwijl ik eigenlijk mondeling al akkoord was uh, met Feyenoord, of ik nog interesse had in Ajax, maar zelfs, ja, al had ik die keuze moeten maken en nu helemaal, want ik denk dat ik wel echt een Feyenoorder ben geworden, ja, dan, dan paste in alles uh, Feyenoord beter bij mij. Volg ik volledig. volledig. Mm -hmm. Ja, je moest ook ergens vertrekken dat jaar, hè. Eén, um, je had alles bereikt wat je kon bereiken bij, bij Utrecht, die was speler van het jaar geworden. Ja. En dan de financiële van, uh, situatie van Utrecht, die... Zorgde er misschien ook voor dat je echt wel moest? Ja, nee, het, was, het was meer dat ik uh, gewoon het gevoel had: van ja, weet je, je hebt Europees voetbal gehaald. Ik maakte in het laatste seizoen 20 goals. Ik dacht echt van ja, nu moet ik die stap voor mezelf maken. Ik wil, ik wil mezelf doorontwikkelen. En uh, ja, de, daarom was ik ook heel blij dat ik de kans bij. Uh, bij uh, Feyenoord kreeg. En ja, die, die financiële situatie die was er zeker wel bij Utrecht, maar dat kreeg ik op dit, dat moment nog niet eens zo mee. Ik had meer zo van ja, ik wil gewoon, ik wil door, ik wil me ontwikkelen en ik wil nieuwe uitdagingen aangaan. Ja, je hebt je ook goed doorontwikkeld, hè? want uh, die, je, ben, je hebt je heel snel ingeburgerd bij Feyenoord. En dat was eigenlijk, dat ging in tegen alle vooroordelen die er waren over jou. Want als je ja, de media hoorde, en als je de pers las, ja, dan. Geloofden ze niet echt in Dirk Kuyt bij Feyenoord voor je er begon? Nee. nee ja, kijk, dat, dat, ik heb dat eigenlijk. Een beetje wel altijd, van de, hele altijd, de carrière, hè? Ja, altijd wel met me meegedragen. En dat heb ik nu ook weer een beetje, in ieder geval in Nederland. Ik vind in, 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 in het buitenland minder. Maar dat ik mezelf moet bewijzen. Ja, als, als, als speler moest ik dat altijd. En toen ik bij Feyenoord kwam, ja, met name de media waren heel erg kritisch dat ik ja, te beperkt was voor een club als, uh, als Feyenoord. Maar het mooie ja, wat, wat ik altijd had, is dat de mensen waarmee ik werkte juist heel veel vertrouwen in mij hadden. En ik zal nooit vergeten dat. Ja, dat we met, met Feyenoord op trainingskamp gingen. Volgens mij was het in Oostenrijk dat ik voor de eerste keer een gesprekje kreeg met Bert van Marwijk. En dat hij tegen mij zei: Luister, ik weet nog niet op welke positie ik je ga laten spelen. Maar dat je speelt is zeker. Ja, als je zoveel vertrouwen krijgt van een, ja, van een trainer die de UEFA Cup net had gewonnen. En in een goed team die zegt van dat ik gewoon ging spelen. Ja, dat, dan, dan maakt het alles makkelijker. En aan de andere kant. Ja, Hans van Breukelen was degene die, die mij ooit mijn eerste contract bij Utrecht had gegeven als technisch directeur daar. En daar heb ik later nog wel eens met hem over gehad. Eigenlijk was het ook een soort drive voor mij altijd om, ja, om mensen zoals Jan Derksen uh, ja, het tegendeel te bewijzen. Want er was altijd een bepaalde wrijving tussen mensen zoals hij en een, ja, een mens zoals ik. Dus uh, ik weet nog dat hij me bij Utrecht uh, bollenstreek hero noemde. Dat is de, ja, het, 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 het gebied waar ik vandaan kom. Uh, dus ja, hij probeerde me altijd daarin ja, misschien wel te prikkelen, ik weet het niet, maar in ieder geval te kleineren. En altijd heb ik hem het tegendeel kunnen, kunnen bewijzen, maar ook andere criticasters. En ja, dat heb ik altijd een beetje met me meegedragen. En op de een of andere manier kon ik daar altijd wel goed mee omgaan. Zeker omdat ik mensen om me heen had, zoals de trainer, in dat geval van Marwijk. Ja, die onverwaardelijk vertrouwen in mij had en die mij altijd als eerste opstelde. En dat ook later bijvoorbeeld deed bij Nel zelf dan met, ja, je had de grote vier... Voor WK 2010 begon, was het van nou, weet je, van Persie, Snijder, Robben en van de vaart gaan voorin spelen. En daarna kwam ik ergens, alleen ja, van Marwijk heeft hij later ook zelf gezet. Zette mij altijd eerst op dat formulier en dan ging hij daar zelfs al mee inbouwen. Terwijl ik niet. Uh, want dat wil ik er wel bij zeggen dat ik, ik had niet de kwaliteiten die zij hadden alleen ja, ik was toch een soort verbindingsspeler uh, ja, door die andere jongens misschien wel nog beter te laten spelen maar ook je... dat voelt als een rode draad door de carrière de twijfel die er buitenaf was ja. was nooit bij je trainer, want Benitez had nee. ook een geweldige ja. selectie mm -hmm. ja. Ja. jij speelde ook uh, enorm veel nee, ik heb altijd met, met trainers gewerkt die, die echt onvoorwaardelijk vertrouwen in mij hebben gehad en uh, dat was met Benitez zo en zelfs ook nog met Van Gaal, die, ja. Uh, ja, die mij durfde op een positie neer te zetten in 2014, waar ik nog nooit gespeeld had. Dus ik had nog nooit uh, op een wingback-positie gespeeld. Zelfs niet geoefend in een oefenwedstrijd van Nels Elftal. Maar ik knalde me er gelijk in. En dan moet je, denk ik, wel heel veel vertrouwen in een speler hebben om, om dat te doen. En dat heb ik. Ja, je noemt ook gelijk de, de trainers waar, ja, die, die het meest voor mij betekend hebben: dat, dat is van Marwijk, wat ik net al aangaf. Maar ook, um, ook Benitez en Van Gaal. Terwijl toch alle drie hebben ze hun eigen visie, hun eigen mm. principes. Uh, maar ik heb enorm veel van hun geleerd, wat ik ja, van, vandaag de dag in mijn, uh, ja, mijn vakken als mee kan nemen, uiteraard. Als er tijdens de carrière zo kritiek was, heb je nu het gevoel dat je genoeg respect krijgt voor wat je gedaan hebt in Nederland? Uh, nou, ik, ik, ik merk gewoon, en dat is een van de redenen waarom ik op zoek was naar een uitdaging buiten Nederland. Dat, ja, dat het publiek, of tenminste niet het publiek, maar de media in Nederland nog steeds heel erg kritisch op mij is. Kijk, het uh, staat natuurlijk uh, buiten kijf dat mijn uh, prestaties bij Ado niet, niet goed waren. Maar ja, uh, daarnaast ja, hoop je soms wel als je. Ja, als je het hebt over een Nel speler die meer dan 100 intens heeft gespeeld. Oh. Um, die uh, denk ik iets heeft betekend voor het Nel zelf, hoop je net op iets meer respect en waardering. Kijk, neem niet weg dat je als je trainer bent uh, of voetballer, dat je dan ben je een publiek figuur. Dus kritiek kan ik wel goed mee omgaan. Maar ja, in Nederland wordt het ook vaak persoonlijk. En dat, uh, ja, dat, dat vind ik lastiger. En ik denk dat ik zelf wel heel veel van me af kan laten glijden. Maar ja, ik heb natuurlijk ook mensen om me heen die mij lief hebben. Uh, een, een vrouw, ik heb kinderen, ik heb, uh, ik heb nog een moeder, ik heb uh, nog familie. Ja, en die, dat is soms wel heel erg lastig als, als mensen echt op de man spelen. En, en ja, dat gebeurt in Nederland uh, helaas Meer niet dan in België. Zo. Ja. ja, dat is een groot verschil ik, en, inderdaad. Uh, in Engeland heb je dat ook wel. Ja. Dat het het geval is, denk ik. Maar als je het vergelijkt, België en Nederland, dan ja, ik, ik zijn wij Eng daar veel braver in. Ja, ik vind Engeland... Kijk, in Engeland wordt wel, zeg maar, hard gespeeld en kritisch. Maar wel op hetgeen wat je vertoont. Dus kijk, op het moment dat je als trainer verkeerde keuzes maakt... of iemand vindt dat je ja, fouten maakt als, als trainer... Dan, ja, dan vind ik dat helemaal niet erg. Dan mag je heel erg hard zijn. Maar in Nederland ja hebben mensen vaak willen ze er iets 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 bij zeggen over je over je uiterlijk of over ja over wat dan ook, wat eigenlijk helemaal niks met het vak te maken heeft. Bedoel, over keuzes die je in je persoonlijk leven maakt. Ja, keuzes in je persoonlijk leven. Maar ja, ze willen daar, ja, ja, om, omdat je misschien ook wat bekender bent. Want dat vinden mensen natuurlijk ook wel fijn. Van, ja, als, je, als je iemand gebruikt die, die, ja, die bekend is als voetballer. en je zegt daar iets over, ja, dan, dan word je dan, dan, dan scooien. En dan word je ook, ook bekend. En ja, dat vind ik in België ja, vind ik veel fijner werk, omdat ik. Ja, ook wel zie van oké, okay, als we met beerschot uh, een keer verliezen, nou, dan zie je ook wel die kritiek. Maar het is niet persoonlijk. En dat is uh, veel makkelijker en beter te, te, gedragen, denk ik, te, te dragen. En ik denk dat uh, ja, ik denk dat, 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 ja, dat ze daar in Nederland wel een voorbeeld aan kunnen nemen hoe, uh, hoe het zou moeten, denk ik. Je had het net over de grote vier bij Nederland. Ja, toen je aankwam bij Feyenoord, was een van die grote vier daar ook. Robbie van Persie. zat ja. daar nog? Een jonge Robbie van Persie. En toch is hij niet. De speler die naast jou in de spits belandt, um, hij speelt eigenlijk heel weinig het eerste seizoen. Ja, nou, Robin uh, ja, was een beetje afantriebelen zeg maar bij, uh, bij Feyenoord. Was, ja, ik vind dat wel ik, raar, want hij heeft al later in zijn carrière nooit meer gehad. Uh, ik, nou, ik denk dat Robin, ik zie Robin altijd als een, uh, als een kunstenaar. Ik denk dat Robin een van de Meest ja, getalenteerde en misschien wel een van de beste spelers is die ja, de Feyenoord jeugdopleiding heeft voortgebracht. Alleen ja, toen, toen hij, uh, zeg maar, toen, toen ik met hem speelde, uh, toen kon ik op de trainingen en de wedstrijden waar ik met hem gespeeld heb, uiteraard ook die kwaliteit herkennen. Maar op de een of andere manier. Uh, kwam het er niet uit. Uh, en dat kan te maken hebben met zijn eigen worstelingen op dat moment als jeugdspeler. Of de kansen die hij dan ja, wel of niet had moeten hebben bij Feyenoord. Maar ja, uh, ik heb tien jaar met Robin daarna ook nog gespeeld met Niels Zelftal. We hebben ook veel tijd met elkaar doorgebracht buiten het voetbal. Maar toen hij bij Arsenal kwam en echt met de allerbeste <tacht> ging werken ja toen wist hij, toen, toen is dat ja toen is die klik gekomen waardoor hij besefte van wat hij ervoor moest doen om het maximale uit zijn carrière te halen dus ja door met jongens als Bergkamp en Henri en allerlei andere grootheden bij Arsenal dagelijks te werken ja dat heeft hem denk ik uh, Enorm verder geholpen. En ja, ik laat even in de midden of hij misschien meer kansen had moeten hebben bij Feyenoord, Of dat hij zelf ja, misschien nog worstelde met zijn jeugdigheid en eigenwijsheid. die hij natuurlijk wel heeft. Maar dat heeft hem, denk ik, ook heel ver, ver gebracht. Maar ja, Robin is een van de beste spelers waar ik uh, ooit mee samen heb gespeeld. Ik vind kunstenaar echt perfect verwoord. Ik denk ook meteen aan die kobbal tegen Spanje. Als je dat, als je dat zegt, dat is. Dat ja, valt hem wel samen jou. Dus, dus de kobbal tegen Spanje. Om maar eentje eruit er is, te halen. Het is, is fantastisch, zin. maar misschien niet iets wat je direct verwacht van, van de voetballer Robin van Persie. Maar de manier hoe hij de bal behandelt, ja, met zijn hoofd. Was, hoe het er ja, ook was, uitziet gewoon in beeld, ja, het is pure kunst. Hè? En het was magistraal, maar ja, hoe hij de bal... Ja, met zijn zachte voetjes altijd behandelen, dat, ja, dat, dat was altijd een lust voor het oog om te zien. En een geweldige trap, maar geweldige voetbal voetbalinzicht. Uh, en uh, ja, Tim met nu ook aan de weg hè, als, uh, mm -hmm. als coach bij Feyenoord. Uh, en uh, mooi om, uh, om te zien dat, uh, ja, dat hij uh, ja, ook iets wil teruggeven aan het voetbal. Want zo zie ik dat. Ik denk dat iedereen, als je de naam Robin van Persie hoort, meteen een doelpunt voor de geest en dat daar geweldige YouTube-combinaties van ja, dat is puur denk schoonheid. aan die bal van Rooney die super lang onderweg is en die hij gewoon in één keer op zijn slof neemt ja. denk tegen Aston Villa of zo ja Tot tegen City zo in Manchester Derby dan fantastische goal gemaakt ja gigantische fan van uh, Romain van Persie uh, ja jouw spitsbroer wordt, wordt iemand anders en uh, is ook al, een, is een hele goede een land, landgenoot van ons in het eerste jaar Thomas uh, Buffel Thomas Buffel ja nou ja Thomas uh, ja, had ik een hele goede klik mee ook buiten het veld Ah, fantastische jongen en uh, ja, denk ik, uh, ja, wel een legende voor Feyenoord. En uh, Thomas had wel een beetje te maken met uh, het K2-probleem, met Kalu, waardoor hij echt aan de weg moest timmeren. En Ruud Gullit was de eerste, of tenminste was daarna ook nog de trainer, dus die ging ook nog een beetje daarmee uh, mee aan de slag. Maar, ja, want Ruud Gullit pakt over van Bert van Marwijk ja, in jouw dus tweede jaar. Dus dat is het jaar, tweede maar. seizoen en toen kreeg volgens mij Thomas het uh, uh, ja. wat lastiger. Uh, maar ik vond het altijd een, uh, een geweldige speler. En uh, ja, ook, ook uh, buiten het veld hebben we altijd goed contact onderhouden. Dat is echt, want we hebben veel jonge luisteraars die hem nooit gaan zien spelen hebben. Hij was echt, echt, echt goed. Thomas Buffel? Ja, uh, ja. absoluut. Dat en, was ook de en periode en... waarin hij... Bij de Rode was het zo, hij en Sonke en Emile Penza waren zo'n beetje de, de dragers, maar het was heel veel wedstrijden maar waar bij, hij de enige doelpunt te maken was. En bij Feyenoord, ja, ja. ja. De, de ik denk de dat hij streak gemaakt heeft van zoveel matchen op rij gescoord. Ja, dus dat was okay. maar ik dus... denk dat zijn beste periode bij Feyenoord nog voor mijn periode was. Ja. Ja. Uh, maar voor mij was het zeker het eerste seizoen uh, altijd een genot om met hem te spelen. En Als hij meer Onno nog je. erbij, ja. Ja, nee, Dat, was leuk. Dat waren leuke tijden. Want daarna komt Ruud Gullit en dan is het inderdaad Salomon Calou die mee naast jou gaat staan. Ook een, goeie, ja, hè? Ook een redelijk goede tot ja. zeker goede ja. speler. Maar um, Ruud Gullit heeft jou wel persoonlijk enorm helpen evolueren als, uh, als speler. Hè? Ja, nou ja kijk, ik heb heel veel uh, geleerd van trainers. En, en, en Gullit was, was wel verpand omdat het ook zeg maar, mijn idool was vroeger. <laughs> en met name zeg maar, op het individueel gebied van ja, hoe beweeg je. Uh, hoe zet je je af van, uh, van verdedigers? Uh, hoe gebruik je verdedigers om overtredingen te forceren? Gewoon de fijne kneepjes van het individuele aspect van het voetbal. Daar was hij echt heel erg goed in. En daar heb ik uh, ja, bij hem heel veel van geleerd. En dat seizoen ja, werd ik volgens mij ook topscorer van, van Nederland. En dat was mede dankzij hem, omdat hij heel veel met mij bezig was. Ook met Calou en de wisselwerking van elkaar. Dus ja, op individueel gebied uh, ja, ben ik hem enorm, enorm dankbaar. En natuurlijk ja, als, als trainer ook, maar daarin hebben we een korte periode met elkaar samengewerkt. Maar wat mij met name bij, bijbleef, dat hij altijd met mij bezig was. En ook, ook met Calou om die hele fijne kneepjes die zo belangrijk zijn in het voetbal, om die bij te leren. Waarom klikt het zo met Calou op het terrein? Ja, ik want, weet dat, niet. want met Buffel, je kwam goed overeen, het werkt ook ja. op het veld. Maar met Calou, dat was wel... Dat was wel next level, jullie twee samen. Ja, nou, ik was de spits en hij was de, de buitenspeler die, uh, die vaak naar binnen kwam. En ja, wij waren totaal uh, tegenstrijdig in alles. Hè. Hij uh, kwam uh, ja, uit een Afrikaans land. Ik uh, Een echte Oerhollandse <laughs> Nederlandse jongen uit Katwijk. Uh, Ons uiterlijk zag er ook wel behoorlijk anders uit. Maar als we in het veld waren. Ja, hadden wij aan een blik genoeg. En ook, ook ons spel was totaal anders. Ik, ik, ja, ik was wat robuuster, doelpunten maken. Hij was wat meer van de actie. Maar ja, samen ja, hebben we heel wat verdedigingen het lastig gemaakt. Heel soepele speler om te zien ook, Calou. Ja. ja, absoluut. Fantastisch ja. speler. Je had dat jaar 36 goals trouwens. Dat ja. in, de, in de Eredivisie alleen. Hè? Ja, dat dus was, een, was een mooi gemiddelde. <laughs> dat is een heel dat mooi gemiddelde. In de ranking van records hoog staan. Nee? Dan moet je opzoeken. Ja, ik, ik, opzoek. heb, uh, ik heb geen idee hoe hoog dat gaat staan. Um, maar ja, het feit dat iemand als, als Ruud Gullit, ook al is hij maar één seizoen geweest. Ja, we weten natuurlijk wat hij allemaal bereikt heeft als speler. Ja. Uh, als trainer is het met ups en downs geweest, zijn carrière. Maar het heeft jou wel meer een goal getter gemaakt. Alleen al door ja, die, die kleine dingen die hij je kon bijleren. Ja, nee, ik, ik was altijd, ben altijd wel op zoek gegaan naar goals. Maar hij heeft me wel bewuster doen maken hoe belangrijk het is voor een spits... om doelpunten of assisten te maken. Dus uh, ja, euh, later heeft Martin Jol mij ooit een 20-20-speler genoemd. Dus 20 goals, 20 assists. Dus die heb ik ook nog volgens mij een keer gehad. Maar doordat, doordat Gullit gewoon steeds maar weer bezig was... om je, om je in de juiste positie uh, te zetten om kansen te creëren... maar ook het killen van doelpunten... Ja. Dat heeft me wel verder uh, ontwikkeld. En ja, door hem ja, denk ik dat ik ook topscorer van Nederland ben geworden. We hadden ook een paar kijkersvragen uh, binnengekregen. En een daarvan was onder andere ging over, uh, over Salomon Kalou. Of je daar nog contact mee hebt. Ja, zeker. Dus, uh, met, met, ik heb natuurlijk heel veel uh, ja, spelers gehad waarmee je hebt samengewerkt. Maar af en toe hebben wij uh, nog wel eens contact. En ook mijn uh, afscheidswedstrijd was, was hij er ook. En, en soms ja, op social media appen we elkaar wel eens uh, van nou, hoe gaat het? En kom je elkaar ergens tegen. Dus heel sporadisch spreek ik hem nog. Uh, maar ja, en als we elkaar zien, dan is het altijd goed. Voor de mensen die hem nooit hebben zien spelen. Ik zei het net al, heel soepele speler. Beschrijf hem eens. Want je hebt net gezegd dat okay, hij, was, hij was tegenovergestelde was van mij. Maar voor de mensen die niet weten hoe Salomon Kalou was, beschrijf hem eens. Ja, en het was een hele mooie speler om naar te kijken. Uh, speelde vaak vanaf de linkerkant. Hij kon heel mooi zwerven. Uh, een, een, een mooie een weergaloze actie. Maar ook vaak kon hij de bal meenemen in een sleep. Zoals Afrikaanse spelers dat zo mooi kunnen doen. En uh, ja. Op de een of andere manier waren wij ook altijd heel goed in de samenwerking. Dus hij kon vaak een bal inspelen, doorbewegen of een actie maken. En mij op het laatste moment vinden, waardoor ik een doelpunt maak. Ik herinner me nog een goal die ik maakte tegen, tegen, tegen Ajax. Toen er nog uitsupporters welkom waren in, in <laughs> Nederland, wat nu uh, heel ver weg lijkt. Uh, dat hij een actie maakte en naar binnen komt. En het laatste moment. Eigenlijk zonder te kijken dat balletje op mij breed legt, waardoor ik de bal binnen kan schieten. Ja, en dat was Salomon Kalou voor mij. Mm. Uh, je speelt er ook samen met Bart Goor. Ja, Bart, maar, maar één seizoen heeft wel maar één jaar, in bij, maar één jaar bij Feyenoord gezeten. Ja, ja nee, ik vond Bart uh, was, was uh, ook een, een middenvelder vaak aan de linkerkant. Ik kan me nog herinneren dat, uh, dat hij een fantastische paas op mij gaf... van misschien wel 30, 40 meter over de verdediging heen... en die ik uh, vollie binnentikte. Dat was een Europese wedstrijd. Tegen wie weet ik dan weer niet. Maar Bart was uh, echt een goede voetballer. En, en jammer dat hij niet langer bij Feyenoord is gebleven. Terwijl hij wel... Ja, ook wel een type Feyenoord-speler was. En was ook meteen belangrijk voor dat ja. team. Kreeg ja, ook ja, een belangrijke ja. rol meteen in die ploeg. Ja, was, was een prima speler. Ik kan me eigenlijk niet zo goed herinneren waarom het uh, ja, van zo'n korte duur is. Hij is daarna ja. terug naar Anderlecht gegaan, denk ik. Ja, denk ik ook. Meteen daarvoor zat hij bij Hertha Berlijn. Eén jaartje bij ja. Feyenoord, dan is hij teruggegaan naar, uh, naar Anderlecht. een beetje on een onderschatte winger. Ja, ook. Snel uh, vergeten. Ook, in zijn, ook in zijn Belgische carrière nog. Want hij was bij het grote Anderlecht, om daar in de basis ja. zo te staan. Bij Genk daarvoor. Bij Ge uh, ja, heeft een jaar bij Genk heeft hij ja, de titel klopt. gewonnen volgens nee, mij. Uh, ja, ja, klopt. Met Struber, was dat dat jaar? Ja, en dan is hij daarna doorgegaan. Ik vermoed het. Hmm. Ik heb je even iets anders openstaan dan de topschutters in de Eredivisie. Ja, ik niks verkeerd. <lacht> <lacht> uh, en ik, als 36 competitiedoelpunten, ik weet niet of het zeker competitiedoelpunten waren. Dat, waar, want dat vind ik niet. Ja, je maar... moet even bekijken, volgens mij waren het ietsje minder. Ja, mij ik, ik denk ook 34. iets minder. Ja. Alleszins de, de de top 5 is Koen Dille, 43. Ah, ik, ik heb inderdaad corrigeren. 29 in de Eredivisie, 36. Ja. Ja, Daarmee staat hij niet in de top 5. Oh, ja. Excuses. Ja. Ruud Gels, 39. Ja. En dan, alleen, Luis Suarez 35. De oude Ronaldo 34 en Willy van der Kuilen 34. Ja, ook de oude Ronaldo. Grote namen. Vergeet dan ook altijd dat hij in Nederland gespeeld heeft. Een kennen heel goed. Ja, ja, uh, ja uh, absoluut. Ja, dat is echt, um, het jaar daarna, 2005, 2006, dat is je laatste jaar de, bij Feyenoord. Hè? Ja, klopt. Uh, het jaar met Erwin Koeman. Uh, je wordt speler van het jaar. Um, en dat is ook eigenlijk het jaar waarin jullie het langst meedoen voor de titel. Ja, ja nee, volgens mij waren we in de winterstop. Uh, stonden we bovenaan, maar konden we het net niet volhouden. Um, ja, ik, ik had het jaar voordat ik naar Liverpool ging, had ik de mogelijkheid om op de laatste dag van de transfermarkt naar Spurs te gaan. Alleen, uh, ja, ik, ik had toen nog maar twee jaar bij Feyenoord gespeeld, maar ik kan wel zeggen dat Feyenoord echt mijn, mijn club is geworden en nog steeds. En ik vond gewoon dat ik de club niet aan kon doen op het allerlaatste dag, weliswaar voor een hoop geld, naar, uh, naar, naar Spurs te gaan. En dat ik dan de club achter zou laten en zij geen mogelijkheid meer hadden om een spits te halen. Dus toen ben ik gebleven en toen heb ik nog één jaar ja, alles uit de kast uh, gehaald. En zoals zo vaak in het begin van mijn carrière ben ik uh, ja, heel vaak ook een tweede geweest. Dus toen ik van Utrecht naar Feyenoord ging, toen dacht ik, nou nu ga ik echt om de prijzen spelen. Die bekerwinst bij Utrecht, dat is het begin. Ja, ook met, uh, met Feyenoord, uh, ja, tweede geworden in de competitie, geen eerste. Ja, want um, er zijn dan beelden van jou dat je in tranen van, uh, van het veld loopt. Dat, die, dat, dat dat jaar ernaast grijpen, dat ja. kwam extra hard aan, zo leek het wel. Ja, we waren heel goed en hard op weg. En ik weet nog dat we in dat seizoen volgens mij twee keer van Ajax wonnen. En in de play-offs, uh, de, volgens mij was het, het eerste jaar met play-offs, kwamen we dat Ajax weer tegen en die strafte ons echt twee keer uh, af. Alleen het was ook het jaar dat mijn, uh, mijn vader uh, ziek was, ernstig ziek. En ik wist toen van ja, weet je, ik moet nu een hele belangrijke keuze gaan maken die heel lastig is. Want ja, wat doe je als je vader ziek is, ga je dan toch naar het buitenland. En uh, ik weet dat er bij mij toen heel veel emotie loskwam van uiteraard de teleurstelling dat je niet hebt kunnen bewerkstelligen van uh, wat je graag wil doen. Je wil ook je vader graag trots maken om, om met Feyenoord een, een prijs te winnen, wat niet is gelukt. ja En je wil eigenlijk dat buitenlandse avonturen uh, aangaan. En um, dat was een ja, mix van heel veel emoties die mij ja, op dat moment uh, te veel werden. Want uh, ja, ik was eigenlijk op dat moment zeker niet zo'n hele emotionele uh, persoonlijkheid. Uh, en. Uh, nou ja, daarna, ik weet niet of jullie dat moment ooit hebben meegemaakt... was ik speler van het jaar en heeft mijn vader ook nog die gouden schoenen uitgereikt. Iets wat hij eigenlijk nooit zou doen, maar dat was heel bijzonder voor mij. En door naar Liverpool te gaan, heeft hij toch nog een jaar voor mij in de Premier League kunnen zien. Wat het ook wel weer waard was. Maar het was voor mij wel een hele intense, emotionele periode... waarin je ja, de belangrijkste keuzes van je leven moet gaan maken. Maar aan de andere kant ook een vader hebt die... Mm -hmm ja Ziek is en niet meer beter kan worden. Dat ja, kan ik geloven. Veel dat dan in, uh, in één moment op je afkomt, eigenlijk. Of in een korte periode op je ja, afkomt. Ja, ja, dus dat was. En ik, ik was nog ja, jong en. en, en ja, het was, het was gewoon een hele spannende periode. Hm. Uh, opvallende statistiek van die periode. Um, in april 2006 mis jij de match tegen PSV. Die, ja. die later kampioen wordt, hè? Want ja. je zegt Ajax in de playoffs, maar de playoffs in Nederland. dat gaat niet om de titel. Hè? De titel? Nee, 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 bij dus, ons uh, natuurlijk wel. Ja. Dus omdat mensen niet in de war zijn, uh, bij hen gaat het dan over Europees voetbal. Ging, Eigenlijk. het is afgeschaft inderdaad. Ja, klopt, uh, ging. inderdaad om Europees voetbal ging het dan, uh, waar de play-offs. Um, je miste een match in april van 2006, was je eerste match in vijf jaar, eerste competitiematch in vijf jaar, die je niet meespeelt. Want je zei het daar straks al, ik heb goede reeksen gehad, en je kan dat wel zeggen, en mensen kunnen dan denken, van, ja, ja, het zal wel zijn, ja. 179 competitiewedstrijden op rij gespeeld. Competitiewedstrijden, ja. Competitiewedstrijd. ja ja, maar hoe blijf je zo duurzaam? Hoe blijf je zo? <laughs> ja, ja nee, ik, 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 ik moet eigenlijk nog door. wel wat uh, zeggen. Want meneer Simons die had laatst een uitspraak uh, dat hij voor mij uh, gewonnen had. En toen dacht ik van, heb jij hem van mij gewonnen? Timmy Simons? Ja, we speelden tegen. Uh, tegen hem en toen zei hij ik heb altijd van dirk gewonnen toen dacht ik volgens mij is dat niet zo dat was dus die wedstrijd die hij wel gewonnen had van feyenoord waar ik er niet bij was en eerder in het seizoen ah, hebben wij van hem gewonnen en wat hij denk ik ook vergeten is dat ik ook een paar keer met Liverpool tegen PSV hem een pak slaag gegeven, heb. Dus <laughs> hij heeft nog steeds niet van mij gewonnen. <laughs> ja. Maar in het. ieder geval, hoe blijf je zo fit? <laughs> um, nou ja, ik, ik had er alles voor over om te spelen. En ik uh, op jonge leeftijd bij Utrecht wist ik eigenlijk door, de, door de, ja, de jeugd die ik had gehad bij Quick Boys van drie keer in de week trainen. En dat alles niet zo goed geregeld is dan bij een professionele organisatie. Heb ik mezelf eigenlijk heel snel een team om me heen gebouwd van mensen die mij gingen begeleiden. Dus ik had eigenlijk al heel snel een persoonlijke visio, waar ik één keer in de week naartoe ging. Ik uh, heb uh, haptotherapie gedaan. Dus haptotherapie, ik weet niet of jullie weten wat dat nee, is, maar dat is idee. iets tussen. Ja, mentaal en, 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 en fysiotherapie. Dus je gaat met iemand praten die je tegelijkertijd je lichaam behandelt. en eigenlijk de, ja, de spanning uit je lichaam kan halen. Dus als je bijvoorbeeld uh, ja, stijve hamstring hebt. dan denken mensen vaak: oh je hebt uh, te veel ballen getrapt. Maar soms kan het ook een bepaalde spanning zijn. Zoals destijds de ziekte van mijn vader. en door dat te behandelen kon hij vaak de spanning eraf halen. En zo had ik. Vier, vijf mensen om me heen. Ik noemde dat uh, toen al Team Kuit, zoals dat nu wel vaker volgens mij Team Kuipers uh, van die scheidsrecht in Nederland wel eens wordt genoemd <laughs> om mij gewoon ja, om, om het beste uit mezelf te halen. Want ja, ik wilde gewoon geen wedstrijd missen. En uh, ja, dat lukte heel goed totdat die wedstrijd uh, ja, tegen PSV kwam. Ja, ooit moet een reeks stoppen, natuurlijk. Ja, ja. Maar... Uh, je ja, trekt maar het is wel jammer dat het net die match was, omdat zij dan kampioen mm -hmm. worden uiteindelijk. Maar... Ja. Ja. Je trekt al volgt nog. Ja. Het komt, ja, dat komt zo meteen ook inderdaad, want je trekt dan naar Liverpool. Ja. Had je andere opties? Uh, ja, ja ik, uh, ik, ik weet nog goed dat uh, het was 2006 voor het WK. En uh, ik kreeg een telefoontje van, uh, van Rafa Benitez. En hij belde mij en hij zegt: uh, Luister, ik wil het heel graag kort houden, want ik wilde dat je je focust op het WK. Maar zou je graag voor Liverpool willen spelen? Dus. Toen dacht ik, ja, tuurlijk uh, wil ik dat. Dus ik zei tegen hem: van, ja, als ik nu op de fiets moet komen, dan kom ik nu naar Liverpool uh, om te tekenen. Hij zegt: doe rustig aan, focus je op het WK. En na het WK komen we je halen. En uh, het kan even duren, maar ik wil je heel graag hebben en ik ga ervoor zorgen dat het lukt. Dus ik had het WK gespeeld, uitgeschakeld tegen Portugal. Die was het met heel veel gele kaarten en rode kaarten. En uh, ik dacht van nou, dan ga ik snel naar, uh, naar Liverpool. Hè. Maar dat duurde maar en duurde maar. En ondertussen waren er ook wel wat andere clubs. En ik weet nog goed dat, uh, dat op een gegeven moment uh, Atletico Madrid interesse had. En die uh, stuurde een privé het naar Amsterdam. En het vliegtuig dat stond al klaar. En ik zou dan instappen. En ja. uh, ik dacht van ja, duurt zo lang met Liverpool. Misschien moet ik eens gaan praten. En toen kwam Jacques Troost. Jacques Troost, ook oud voetballer geweest. Zat in de selectie van de EK 88 van het Al. En commercieel directeur. En ook nog iemand waar ik een goede vriendschappelijke relatie mee heb. Eh, ook zelfs nog betrokken bij mijn foundation. Maar die was destijds de directeur van, uh, van Feyenoord. En die kwam bij mij thuis. En die zei: van, Is dit nou de club waar je wilt spelen? En Atletico was op dat moment niet zo'n grote club als dat het nu is. En toen heb ik met hem een heel goed gesprek gehad. En heb ik, uiteindelijk ben ik niet in dat vliegtuig gestapt. En. Ja, dat is voor mij wel een heel belangrijk moment in mijn carrière, denk ik. Want Liverpool was ook weer een schot in de roos. Fantastische club. Maar Past mede... ook weer goed bij u, vind ja, ik. Ja. Maar mede ook weer een trainer die onverwaardelijk voor mij uh, ja, koos. en die, die, ja. Hij wist eigenlijk al heel veel over mij. Zoals? Nou, hij, wist, hij wist precies wat voor persoon ik was. Want Igor Glusevich, de Spits, die jarenlang voor uh, uh, Utrecht heeft gespeeld en ook een goede vriend van mij was geworden, was dus. De scout voor Benitez geworden. En hij had heel veel informatie al over mij gegeven. Wat voor type persoon ik was. Wat mijn kwaliteiten waren. En uh, ja, toen ik daar kwam, ja, wist Benitez dat allemaal te vertellen. Dus dat geeft natuurlijk heel veel vertrouwen. Op het moment dat je in zo'n grote club. met heel veel grote spelers komt. en je hebt een trainer. Ja, die ook gewoon de Champions League heeft gewonnen, maar die precies weet wie je bent. Dus dat was heel fijn om uh, ja, op die manier binnen te komen. Ook nog maar net de Champions League heeft gewoon het jaar ja, daarvoor ja. er ook nog eens bij. Maar wat Sam zegt, vind ik inderdaad ook wel heel frappant. Um, het is echt een Kuyt club. Net zoals Feyenoord dat was, ja. of is. Ja. Is dat bij Liverpool voor mij net hetzelfde? Dat is ja, op, op het lijf geschreven. Eens? Ja, dat, de, dat denk ik ook. Dus, dus uh, ik ben nog steeds heel veel betrokken bij, bij de club. Uh, voordat ik trainer werd van Beerschot deed ik veel ook commerciële werkzaamheden. Ging vaak bij de, bij de, bij de wedstrijden kijken. En heel vaak met mij dan de vraag gesteld van... Ja, zou jij zeg maar, onder, graag onder Jurgen Klopp hebben uh, willen, willen werken? En natuurlijk is mijn antwoord daar ja op. Maar ja, Liverpool heeft op de een of andere manier altijd een beetje zo gespeeld... zoals Jurgen Klopp ook wil spelen. Met een bepaald karakter, met een bepaalde intensiteit, hoog tempo... Ja, allemaal dingen die bij mij nog steeds vandaag de dag bij mij passen. Ik zie jou inderdaad wel in een Jurgen Klop team spelen. Ja. ja, ik denk ook dat ik daar wel uh, goed zou passen. Uh, al moet ik zeggen dat de spelers die er de afgelopen jaren gespeeld hebben uh, niet de minste waren. Dus ik had denk ik nog flink mijn best moeten doen om een plekje <laughs> te verzilveren. Maar ik had er graag gespeeld. Woonde jij graag in Liverpool? Ja, ja. Wo jij woonde je ja. in Liverpool zelf? Ja, ik woonde in Walton. Uh, Vlak bij Strawberry Fields. Dus, uh, en ja, ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Dus ik vond het heel fijn om daar in de stad te zijn. Ik was een jongen, zoals net verteld, uit Katwijk. Dus ik, ik heb daar ik had, heb tot dan toe altijd gewoond. Dus uh, ook van Katwijk ging ik vaak naar Utrecht en van Katwijk later naar Rotterdam. Dus dat was de eerste keer dat ik echt in de stad ging wonen. En Liverpool is niet de grootste stad. Van, uh, van, uh, van Toch de UK, geen kleintje maar ook geen kleintje <laughs> maar ja, ik heb me daar ja, helemaal op mijn gemak gevoeld want de meeste spelers van, van zo Liverpool, Everton Manchester United, Manchester City wonen zo allemaal boven Manchester ja dat klopt um, uh, nu is de training ground ook veranderd uh, vroeger had je Melwood dus dat lag vlakbij het stadion uh, en nu zitten ze wat meer aan de rand en er zijn heel veel spelers die ja, eigenlijk aan de rand van Manchester wonen uh, en, en ja, dat, dat is een beetje zo gegroeid. Maar in mijn tijd woonden we met heel veel spelers bij elkaar. Dus uh, Suarez woonde bij mij om de hoek. Peper Reina, Fernando Torres, uh, Luis Garcia. Uh, dus we woonden met Lucas Leva, met heel veel spelers bij elkaar. Ik vind het ook mooi als je dan in de stad van de Beatles gaat wonen, dat je dan vlakbij Strawberry Fields <laughs> ja. woont. Dat past, dat past heel passend eigenlijk. Ja, maar dat... Ja, de, ja, de, de, Liverpool is gewoon een hele mooie stad, bekend om het voetbal, maar natuurlijk ook om, uh, om de muziek. Dus dan, uh, dan noem je de twee belangrijkste ingrediënten van, uh, van de stad. Strawberry ik heb wel iets hand gelezen ja? van uw tijd in de Liverpool Kleedkamer. Jij was de DJ. Ja, ja ik, nee? ik, ik deed ja, de wel vaak met, met, met muziek, ja, omdat ik altijd wel een goed gevoel had. Dus dat verbinden kon ik altijd wel goed. En op een gegeven moment uh, ja, heb je in zo'n kleedkamer bepaalde. Ja, muziek wat je wil luisteren. Maar bijvoorbeeld Rhein Babel. Dat een heel ander <laughs> soort muziek dan uh, uh, Pieter Crouch. Dus ja, in, in het begin was dat altijd zo van dat iedereen zijn iPod dan erin mocht zetten om zijn beurt. Maar ja, op een gegeven moment werd het niet zo gewaardeerd dat bepaalde muziek steeds maar terugkwam in de, omdat iemand anders wat anders wilde. En toen. Ja, heb ik dat op me genomen om van iedereen zeg maar, wat te pakken... zodat we de juiste ja, muziek hadden in de kleedkamer. Een ja, diplomatische dj. dj. Ja, ja, het, 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 ja, het ja, het verbinden mooi. kon ik altijd wel, wat, zodat iedereen tevreden was. Ja, ja, wat dat was Ryan Bubble? wat was Peter Crouch? Welke, over welke muziek spreken we? Nou ja, van, uh, van, van Amy Winehouse tot... Uh, ja, wat is het? Uh, Dr. Dre, zeg maar. <laughs> Was dat de Dirk bij Pieter Crouch in? Nee, ja. denk, denk, ik hij kan heel goed dansen trouwens, Pieter Crouch. Ja? Ja. Hij eh, eh, niet, niet meer de, de robot. Juist, ja. Maar goed, ik ben ook wel eens buiten het veld, zeg maar, op, bij hem op dansgelegenheden geweest. Maar die kan echt, voor, zeker voor zijn lengte, goed dansen. Ik denk super... dat... een grappige man toch ook. Ja, ja ik wou net ja, zeggen, ja, ik denk dat, heel dat is een hele leuke poeglat is. En hij heeft ook een hele leuke podcast. Ja, dus klopt. De moeite waard om te luisteren. Grappige ja, gasten. Ja, ja, ja. Ik heb uh, gelezen dat u ook iets heeft bijna aangereden. Ja, dat klopt. In de karting. Ja, dat, dat was voor de Champions League finale. En, um, Onbelangrijk moment. Ja, dus dat was... Uh, ja, dus wij zaten in een, een uh, in, in trainingskamp. En uh, nou, om een beetje de week te breken, gingen we, gingen we buiten... Ja. Op een buitenbaan gingen we karten. En we zaten dan in twee shifts. Want ja, we waren met een selectie van 24 man of zo. En dan twee groepen van twaalf. En wij stonden dan... In, in de pit stonden wij te wachten. En nou ja, Pieter Krauts, die eruit zag als Luigi van Mario en Luigi met een helm op, die was natuurlijk ook aan het rijden. En op een gegeven moment ja, komt hij binnen vol gas. En hij was gewoon totaal de controle over het uh, ja, over, ja, over stuur, maar ook die gaspedalen verloren. En ik sta daar met mascarana, volgens mij Alonso. En ik denk, hij stopt niet. En hij is natuurlijk ook vrij groot. En op het laatste moment ja, zien wij dat. En ik spring echt over hem heen. En dat was echt vrij knap. We hadden het net over Carnevale die hoog kon springen. Maar ik moest echt voor mijn leven springen. Maar ik kreeg het toch voor elkaar om over, over hem heen te springen. En hij, ja, hij knalde zo in een hooiberg. En ik dacht, ja, als dit Ben niet eens gezien had, die had helemaal uh, gek geworden. Maar hij heeft daarover geschreven, ook volgens mij, in zijn boek. Of in ieder geval een aantal keer verteld. En wat ik altijd nog wel wilde zeggen is dat. Hij zei natuurlijk: van ja, als ik van die drie er eentje moet kiezen, ja, ja. dan kies ik voor Dirk. Maar ja, wij waren natuurlijk gewoon concurrenten van elkaar. Ja, ja, want tuurlijk. als hij mij uh, enkels eraf had gereden, dan had niet ik in de spits gestaan in die finale, maar hij. Dus eigenlijk wilde hij <laughs> gewoon mijn plekje innemen. <laughs> dat is waanzin. Dat had ook grotttere gevolg kunnen hebben ja, eigenlijk? Nee, maar het dus het, ja, maar stel je voor dat Alonso en ik gewoon het ziekenhuis ingereden worden. Ja. En je moet een week later de Champions League finale spelen en je mist dan twee spelers. Ja. Crazy. Ja. Um, in wat voor ploeg kom je daar eigenlijk terecht? Uh, want we, we kennen Liverpool van toen natuurlijk, maar was dat een, een, een echt geheel al? Je had ja, Chabi Alonso die daar was. Je had de uh, Riese die daar nog was. Wie nog? Crouch, Mascherano, Carragher, ja. Oudenwen Zende. Ja. Maar kwam je echt in een team terecht? Ja, ik kwam echt wel in een hecht team terecht. Dus je hebt zeg maar Steven Gerrard en Jamie Carragher, de echte scousers van het elftal. Uh, maar daaromheen. Um, ja, was, was, uh, Pepe Reina was daar. Uh, um, even kijken, Sami Hipia, hele belangrijke persoonlijkheid... die jarenlang voor Liverpool heeft gespeeld. Uh, Sabi Alonso. Um, dus dat was wel een heel hecht team. Uh, dus ik ben daar enorm goed opgevangen. Uh, ja, en ik heb me daar eigenlijk, ja, zoals ik net al zei, buiten het veld... ook binnen het veld enorm thuis uh, gevoeld. En ook ja, hele ja, mooie vriendschappen die, we, die ik nog steeds heb... En, ja ik kijk nu al uit eigenlijk uh, om, uh, om volgende week weer uh, niet aankomen het weekend maar het weekend erop naar Enfield te gaan want dan spelen we met de Liverpool Legends dan spelen we tegen de Ajax Legends dus voor mij wel een belangrijke wedstrijd ja, ja. ja en dan ga ik al die jongens <laughs> weer zien en uh, ja ik heb daar zes jaar gespeeld dus zes jaar van mijn leven en ja dan is het zo mooi om weer bij elkaar te zijn in de kleedkamer dat gevoel te hebben wat we zes jaar lang met elkaar gedeeld hebben dus ja dat is wel de club waar ik het langst gespeeld heb jij was ook meteen een sensatie. Hè? In dat eerste jaar toen je daar aankwam. Want je zei het al, bij Niet is dat vertrouwen in mij. Dat was ja. ook heel duidelijk. Jij stond meteen in de basis. Jij was een constante, maar ook voor, voor de Liverpool-supporters was jij, jij was meteen ja, nee, een lieveling. Ja, dus ik, ja, ik werd enorm gewaardeerd. Uh, ik was het eerste jaar ook, ook club topscorer, dus het eerste jaar speelde ik in de spits. Um, en uh, dat was wel ook een grappig verhaal, dat ik dacht van, nou, ik heb het wel goed voor elkaar. En, ik ga naar mijn favoriete vakantie eiland, uh, Aruba, even lekker bijkomen. En toen lag ik daar op mijn bedje. En toen kwam er in één keer, had ik een krantje voor me. En toen stond er uh, een van de grootste aankopen in de historie van, uh, van Liverpool. Fernando Torres komt naar uh, Liverpool. Ah, en dat was mijn positie. Dus dat was natuurlijk gelijk weer van dat strandbedje af. Hardlopen en zorgen <laughs> dat je fit bent. Want uh, dat was wel altijd wat je bij Liverpool uh, nodig had om... Uh, ja, om, om, om echt de strijd aan te gaan met je concurrenten. En uiteindelijk kwam ik daar door, door Torres ook een, op een wat andere positie terecht. Uh, wat meer als, als een hangende speler op rechts. Uh, maar waar ik door gewaardeerd werd door de supporters. Is dat ik altijd alles gaf voor het shirt. Wat zij enorm konden waarderen. En daarnaast ja, maakte ik ja, mijn doelpunt altijd heel vaak op belangrijke momenten. En dat werd natuurlijk ook wel gewaardeerd. Mm. <laughs> ik heb een paar kijkersvragen Doe maar, kun je of daar het moment voor is. Mag zeker. Maar, uh, Freek Heijvaart vraagt: waar was de sfeer het best? In de Kuip of op Anfield? Nou, ik, moeilijke, ik heb, hè? Dat is een hele moeilijke. En ja, eigenlijk niet naast elkaar neer te, te leggen. Maar Anfield is echt voor mij een van de bijzonderste voetbalplekken op aarde. En met name ook ja, veel wedstrijden natuurlijk, maar ook de Champions League nights. Ik kan me nog herinneren dat we de, de half-finale tegen Chelsea speelden met verlenging en penalties. En wat ik daar meegemaakt heb, ja, dat zal ik mijn leven nog <tosses> meer vergeten krijgen. Weer kippenveld, maar wat ik in mijn laatste wedstrijd van mijn carrière met Feyenoord tegen Heracles heb meegemaakt. Ja, ja dat, is, dat, dat gevoel wat ik in dat stadion op dat moment voelde. Van alle mensen die daar waren, de emotie, de blijdschap. Verdriet dat het zo lang geduurd heeft, ja dat, 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 ja, dat zijn dat is waarvoor je voetbalt, en dat is waarvoor ik ook nu nog steeds trainer ben. En dat zijn unieke, mooie herinneringen, ja, ja. zeker dan. Maar daar gaan we het zelfs nog over hebben. Dat is als het over die sfeer gaat. De kop in Liverpool op Anfield dat is ook iets je, je, je kan dat zien op televisie. Je kan in het stadion zitten, maar ik heb zo'n paar keer op het veld moeten staan om een stand-up te doen. En dat was dan echt recht voor die kop. En als ze dan beginnen te zingen, dan, dan, ja. dan sta je er gewoon nog als reporter, wat het eigenlijk niks voorstelt. Ja. Ik kan me niet inbeelden wat voor kippenveld je moet geven als je dat veld oploopt en ze beginnen dat te zingen, dat moet ja. waanzinnig zijn. Ja, nee, als, als, als speler is dat super bijzonder. Alleen ja, als voetballer ben je vaak heel erg gefocust op het resultaat ja. wat je moet behalen. Maar ja, wat ik. Nu ik zeg maar uh, ja, een aantal jaar gestopt ben en ook vaak daar wedstrijden heb ik kunnen kijken. Dan, dan sta je tussen die supporters en dan zie je hoe ze elkaar vastpakken. Ja, en dan, 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 dan voel je gewoon die emotie. Dat, ja, maar die, dat, eerste ja, dat, die eerste keer? Ja. eerste keer op Anfield, dat moet toch wel speciaal zijn? Ja, ja. Nee, maar dan zeg je dan iemand die extra stress heeft? Of die net... Nee, dat kan dat van is eigenlijk een dan. Adelina boost. Natuurlijk boost, voel ja. je... Ja, in het engels the fire in your belly. Ja. Dat, is, ja, dat, dat, dat voel je. Maar voor mij was het. Ik weet nog dat ik inviel. Mijn eerste wedstrijd op Enfield voor Liverpool. Dat ik erin kwam en ik kreeg een bal voor mijn voeten. En volgens mij schoot ik van 40 meter. Wat helemaal niet realistisch was. Maar ik had zoveel adrenaline. <laughs> van, ik dacht van nou, ik kan de hele wereld aan. En die bal ging er nog bijna in. Ook. Ik vond je nog wel wapen. Ja, absoluut. Um, ja, dat eerste jaar. Jullie worden derde in de competitie. Um, maar jullie halen wel die Champions League finale. En onder andere in de kwartfinale schakelen jullie het PSV uit van ene Timmy Simons. <laughs> Geef maar even mee. Dat moet het gezegd hebben: <laughs> 0-3 en 0-1. Ja. Of 3-0 en uh, 1-0, dat waren, waren, de, waren de uitslagen. Uh, maar die Champions League finale tegen Milan. Uh, een heruitgave van, die, van twee jaar daarvoor in Istanbul. Wat weet jij nog van die, van die finale? Ja, het was natuurlijk heel teleurstellend. En. Uh... Ja, goed. Milan had natuurlijk nog wel een appeltje te schillen met uh, Liverpool. Uh, en die wedstrijd, ja, daar gebeurde eigenlijk niet zo heel veel. Behalve dat een uh, Filippo Inzaghi, zeg maar met een vrije trap, een bal op zijn rug kreeg. En deed alsof hij uh, een, een, een omhaal maakte. Zoals als dat kon en in de hacking. Dus dat was enorm frustrerend. En dat we eigenlijk voor ons gevoel. ...ja, daar meer uit hadden kunnen halen... ...maar op de een of andere manier geen grip op de wedstrijd kregen... ...en zelfs daarna op 2-0 kwamen. En toen scoorde ik nog een aantal minuten voor tijd... ...en toen dacht ik van, oh, het zal toch niet... ...wat op zijn Liverpools dat we nu gaan terugkomen... ...want ja, dan wordt het weer zo'n uh, zo wedstrijd als de vorige... ...maar helaas zat dat er niet in. Hm. Um, de twee volgende seizoenen doen jullie weer bovenaan mee... ...en vooral 2009, jouw derde jaar daar... Dat is het seizoen waarin je dichtst bij, bij die titel ja. komt. Op. Vier punten van, uh, van United. Ja. Begint dat dan te steken als je terugdenkt aan die jaren in Feyenoord en dan ook die drie jaar bij, bij Liverpool. Hoe ga je daarmee om? Ja, nee, het, het, is een, het is een proces. Kijk, um, je, je, je doet er alles aan om te winnen. Alleen de ploeg om je heen doet dat ook. En in dat jaar dat wij streden tegen Manchester United, hebben we ze zo hard gepusht. Dat we vaak, wij speelden vaak ook een dag voor hun. En dan. Dan zaten we, zeg maar, hadden we de wedstrijd gewonnen. En dan was het één punt, omdat wij hadden de wedstrijd al gespeeld. En dan gingen we het vliegtuig in, vaak van Londen naar Liverpool. En dan op het moment dat we de lucht in gingen, stond de United 1-achter. En ja hoor, we landen en <laughs> ze hadden weer met 2 gewonnen of 3-1. Dus ja, uiteindelijk haal je het net niet. En um, nou ja, dat is ook wat ik zeg maar, zeg maar. De ploeg nu van beerschot aan wil geven. Uh, die zit in een vergelijkbare fase mm. waarin wij weliswaar bovenaan staan. maar je ook te maken hebt met. Uh, uh, ja, met vier, vijf andere ploegen die ook gewoon nog echt kans maken. Dat het echt iets heel bijzonders is. Want op het moment dat je erin zit, denk je van. Oh, dat gaat wel lukken. En als het niet lukt, nou, dan probeer je het volgend jaar toch nog een keer. Alleen. ja, ik heb de ervaring aan spelen dat het zo niet werkt. Ik, ik ben, zeg maar, bij Feyenoord ben ik tweede geworden. Uh, bij Liverpool ben ik tweede geworden. Ik heb uh, een Champions League finale, ben ik tweede geworden. Ik heb een WK finale, ben ik tweede geworden. Alleen in mijn carrière heb ik geleerd door te verliezen wat het echt inhoudt om een winnaar te zijn. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik de laatste jaren van mijn carrière uh, ben geëindigd met de Carling Cup. Niet de grootste prijs, maar wel met een prijs. Ik ben weggegaan bij Liverpool als een, als een winnaar, hè? met een mindere prijs. Maar doordat ik wist wat je ervoor moet doen. En dat als momenten komen dat ze misschien wel uniek zijn en nooit meer terugkomen, hè? vergelijkbaar denk ik nu met beerschot. Ja, dat, als je dat beseft, dan denk ik dat het je kan helpen om net dat beetje meer te geven dan, dan je concurrent. En nou, toen ging ik naar Venebartje, ben kampioen geworden, beker gewonnen, Supercup gewonnen. Ging naar Feyenoord, beker gewonnen uiteindelijk het kampioenschap met Feyenoord, voor het eerst sinds 18 jaar. Maar dat heb ik bereikt. Doordat ik, ja, denk ik ook heel erg geleerd heb dat je ja, dat je misschien wel eerst moet verliezen om echt iets te kunnen, kunnen winnen. En uh, nou, ik hoop dat ik die ervaring nu ook mee kan geven aan, aan, aan de spelers, dat echt dit waar, waar, waar zij nu zitten, want dat zeg ik ook nu als trainer van Beerschot. Van, eh, zij moeten het doen. Hè? Wij als trainers en de staf en iedereen om onder heen. We kunnen trekken en duwen en ze zoveel mogelijk helpen. Maar zij gaan het bepalen of het wel of niet lukt. En ik denk dat het kan. En door ja, dit soort ervaringen met ze te delen, ja, hoop ik dat dat net het laatste setje is wat zij, eh, dat, zij zeg maar, dat succes kunnen beleven. Want het zal, dat zal ook iets zijn wat ze nooit meer gaan vergeten van hun hele leven niet. Ja, want die kansen die komen inderdaad... Je, je, je denkt, zeker als je aan het begin van een carrière staat, dat ze gaan blijven, blijven komen. Of van clubs. Sam, Anderlecht-supporter, United ja. supporter opgegroeid. Dan denk je dat die, die jaren altijd gaan blijven duren. Maar zo evident is dat gewoon ook niet. en Als je dan ja, kijkt nee. ook wat jullie bij Liverpool hebben gedaan, de jaar daarna worden jullie zesde, zevende, achtste. En dan ja. besef je natuurlijk ook van... Ja, ja. Nee, maar dus, dus dan, dan push je jezelf naar die tweede plek. En dan denk je, nou, dan kunnen we net dat stapje hoger. Ja. En dat dachten we ook allemaal. Hè? Dus dat, dat jaar dat we tweede werden... Uh, speelden we met Mascherano, Alonso. Fantastisch. En we dachten... Club. Benitez dacht ook. En wij dachten ook van... nou, nu komen er drie, vier nog goede spelers bij. En dan gaan we het doen. En wat gebeurt er? De club moet verkopen. Alonso gaat weg. Mascherano gaat weg. Arboloa gaat weg. En je kan weer opnieuw beginnen. En dat is een proces van jaren. Dus... Hoe makkelijk het soms ook lijkt, hè? dus het United in mijn tijd, die kampioen, kampioen, dat is zo enorm moeilijk om, om dat level te zijn. En kijk eens hoe lang United er nu al over doet mm. om weer daar te komen. Dus, het lijkt ja, alsof ze verder weg gaan. Ja, dus dat leer, leer beseffen, nee, maar dat leer je beseffen hoe, ja, hoe uniek het eigenlijk is om, om kampioen te kunnen worden. Ja. Sommige, sommige spelers, er zijn meer spelers die geen kampioen worden dan, dan wel. Zeker. Dus daarom uh, ja, zitten we denk ik met Beerschot in een unieke situatie. En ik hoop uh, ja, dat ik die spelers in ieder geval die ervaring mee kan geven dat, uh, ja, dat dit echt een hele unieke periode voor ze is die misschien wel ja, die mogelijkheid nooit meer terugkomt. Het probleem aan tweede worden is ook dat de perceptie rond tweede is verliezen. Maar ja, eigenlijk heb je een fantastisch seizoen gespeeld als je ja. tweede bent. Ook maar van, dat is niet zo. Het dat je welk je bent, denk ik. Als, ja, maar maar, als, als topclub en, ja, top en mede favoriet, dan is tweede vaak verliezen. Maar als je een verrassing bent... Maar tweede plaats nee, vertellen volgt. niet. Nee. Dus, Behalve uh, op de Olympische Spelen. Dat is het enige. Ja, nee, maar... Ik kan... Ik, 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 ik... Ja. Ik... Zeg maar, mijn grootste successen, dat, zijn, dat is de Champions League finale. En de WK finale. Maar tot op de dag van de, vandaag zijn het ook nog, nog steeds mijn grootste teleurstellingen. Kun je die beelden dus, ik, zien? Huh? Kun je die beelden terug? Ik heb hem nooit, nooit teruggekeken. En toevallig zit uh, misschien een aanrader, ik weet niet of jullie dat kunnen kijken, maar Demi Zeo is een speler die in de selectie zat van het WK. En die zit in Special Forces. Dat volgens mij hebben jullie in Belgische variant. We hebben daar ook een versie van, ja. ja. En nou ja, daar kom je zelf heel erg tegen. En dat, ja, dat, dat WK 2010 verhaal dat heeft hij nog steeds niet verwerkt. En ik denk diep van binnen ikzelf ook niet het hoor je van veel, van veel spelers hè? Dat, uh, maar, de neder, dat de nederlagen dat die altijd veel langer bijblijven ja. dan de dan de overwinningen als ja, maar, mark van bommel die toevallig de beelden zag ik denk bij Derks en die begon te wenen ja, ik heb het, die beelden eigenlijk nog niet gezien uh, en dat ja. hoeft niet voor mij ik denk dat van bommel dat ja, zou zeker. kunnen nou, ja, ik ik, ja ik, ik ik kijk dat ook ik heb het eigenlijk nooit teruggekeken en we hebben volgens mij heb ik met mark heb ik in uh, villa oranje uh, was in Ibiza hebben we in een, een huis met oud-spelers gezeten. Ze hebben het ook nog daarover gehad. Maar ja, mensen die zeggen zoals jullie van... Ja, als je tweede is, dat is ook goed. Nee, dat, dat telt echt niet voor een, voor een topsporter. In, nee, in ieder kan geval ik kan ik dat niet uh, begrijpen of plaatsen. Maar ik kan wel zeggen dat al die tweede plaatsen... hebben ervoor gezorgd ja, dat ik uiteindelijk... Op mijn manier dat steentje heb kunnen bijdragen in de succes in de teams. waar ik op dat moment voor gespeeld heb. Daardoor, daardoor bij Feyenoord, uh, toen we kampioen werden, was ik eigenlijk geen basisspeler meer. Maar door het besef dat ik gas moest blijven geven, er alles aan moet doen. voor het moment dat het team me nodig had. Uh, heb ik dat gedaan en uiteindelijk ja, levert dat het resultaat dat ik met een hat uh, mijn carrière af kan sluiten, kampioen kan worden. Het moet toch een van de, de allermooiste momenten ja. zijn? Want ja, je maar, gaat eerst naar Fenerbahce, dan ja. win je die titel al. Kan, ja. is, dat, is dat niet is dat geen, geen gewicht dat van je, van je afvalt al? Het uh, ja wel, ja, maar het, het heeft ook een bepaalde hongerigheid, want ik was ja, na Fenerbahce absoluut niet klaar. Het, het was mijn ultieme droom om met Feyenoord kampioen te worden. En eigenlijk was dat helemaal niet realistisch. Alleen doordat je zo'n drive hebt om het toch voor elkaar te krijgen, samen met de mensen waarmee we het gedaan hebben. Maar doordat je ook beseft dat je er echt alles aan moet doen en dat dat soort dingen vaak op details beslist worden. Want als ik die ervaringen van tweede worden niet had gehad, dan had ik misschien op het laatst van mijn carrière dat er niet meer voor over gehad. Had ik misschien gedacht: van, maar weet je, die trainer stelt mij toch niet op. Ik hoef dat extra werk niet te doen, want ja. Maar dat gebeuren. past niet bij u, hè? Nee, dat maar dat past een, niet uh... bij u, maar dat heeft me ook, zeg maar, dat heb ik geleerd bij Liverpool. Ik heb geleerd, ondanks dat ik heel weinig gewonnen heb bij Liverpool, bij Liverpool ben ik een echte winnaar geworden. Omdat verliezen zoveel pijn deed, ja, leer je uiteindelijk hm? te winnen. Hm. Um, ik heb ja, Dries heeft ook superlang bij, bij PSV gespeeld, bij Napoli gespeeld, nooit kampioen geworden. Ik had het al gezegd, voor de eerste keer kampioen. En het eerste wat hij zei is, nu wil ik daar met mid, mid komen. Is het waar? Dus, er viel zoiets vanaf. Hij wou niet hier zitten dat ik kon zeggen, ja wel nooit kampioen geworden. Dus ja, ja dat, dat leeft. En ja. Ja, hij is er superhard mee bezig, uiteraard. Kan ik wel geloven. Want ja, die titel die je dan wint bij Fenerbahce. Je gaat van Liverpool naar Fenerbahce naar en dan daar win je, win je alles. Kunnen we daar wel even nog... Een, dat moet toch gek zijn geweest? Dirk die bij Fenerbahce tekent. Die Turk moet het toch. Ja, dat was, dat dat was, was, ja, waar het was. Het. ik me me het. Ik heb het meegemaakt dat. Ja. Ik kan me nog herinneren, ik, uh, ik weet niet hoe het met Dries was, maar ik kwam daaraan, zeg maar, uh, op het vliegveld. En toen moest ik naar het stadion en ik moest daar tekenen. Ik denk, nou, we moeten in het stadion tekenen. En er zaten daar 25.000 mensen op de tribune. Alleen te kijken hoe ik ging tekenen. Ik dus gewoon om ja, in die krabbel te ja, zetten. Ja. 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 En ik was wel uh, gewend dat ik wel eens een zoen op mijn wang van een vrouw uh, kreeg. om te feliciteren. of uh, dat ik het goed gedaan had. Maar in Turkije is het gebruikelijk dat de mannen je zoenen. Dus ik <laughs> wist niet uh, wat er gebeurde in het begin. Maar ja, ik heb geweldige ervaringen gehad in, uh, in Istanbul. En Fenerbahçe is echt, uh, echt een fantastische club. Het is helaas ook de laatste keer uh, dat uh, we kampioen zijn geworden toen. En um, daarvoor was het ook al een tijd geleden. Dus het was een enorme ontlading. En. Uh, ja, dat, dat zijn momenten die je leven nooit meer vergeet. Want wij onderschatten dat soms, hè? denk je, die Turkse competitie. Ja, qua, qua, zeker qua beleving en qua. Ja. En qua ja. Het is niet normaal. Het is, ja, de, het de het emoties. Uh, zeg Alleen. maar tussen Fenerbatje en en en, galatasaray. en waar het daarom draait. Dat is echt, zeg maar, als je de derby uh, fenerbatje galatasaray of andersom speelt, andersom speelt, dat is een nationale feestdag. Maar dat is en toch de, nog meer dan de Merseyside derby? Ja, ja, zeker. Toch? zeker, zeker. En, en dat dus, denken wij niet. Dus het is, het, is een, het is een nationale feestdag. En de president zei altijd van, ja, het, het kan een begrafenis worden of een trouwerij. Maar dat was ook letterlijk zo. Dus als we wonnen, <laughs> ja, dan kon alles. En dan kregen we de grootste bonussen. En als je dan de, de, de weg overging, toeterend mensen, op auto staan, dansen. Eh, en het was de hele nacht feest. Ja, en als je verloor, dan kon je beter drie dagen opsluiten. Dat is echt maf waar het daar leeft. Dat is in het basket daar trouwens ook. Dat dat ook. Ja. Daar is het complete waanzin. Als je maar die Turken creen. kunnen lawaai maken. Dus ik ben echt al in veel stadions geweest. Maar in Galle moet, je echt, moet ik echt soms mijn oren dicht doen. Ja. Van zo luid. Dat is niet normaal. Dat is, niet normaal. Ja. dat is echt niet normaal. Klopt. En je gaat dan terug naar Feyenoord. Was dat sowieso de bedoeling voor jou? Ik eindig in, uh, in Rotterdam. Uh, nou, uh, ik, uh, toen ik wegging... Bij Liverpool, toen ik dat besluit had gemaakt, en dat deed ik omdat ik niet zoveel wedstrijden meer speelde als dat ik zelf wou. Toen heb ik eigenlijk al gekeken of, de, of het erin zat om terug te gaan naar Feyenoord. En dan was ik bereid om dingen in te leveren, met name ook salaris. Maar toen kwamen we er niet uit, helaas. En toen heb ik het avontuur Venebadje ben ik aangegaan, en toen op een gegeven moment na drie jaar. Um ja was eigenlijk uh, had ik zoiets van ja ik, ik heb de, de, de supercup gewonnen kampioenschap beker halve finale UEFA League voor het eerst in de historie van de club wat moet ik dan nog meer en ik voelde ook dat daar kijk in Turkije kan het ook zo zijn op het moment dat, dat het niet meer goed gaat dan moet je ook weg en ik wilde eigenlijk een speler zijn uh, ja, die herinnert werd van alles wat hij op het veld heeft gedaan niet. En die speler van, ja, die bleef nog anderhalf jaar en speelde niet. En problemen met het uh, contract. Dus ik kon bijtekenen. De president had dan mij al een paar keer gezegd van, nou, we gaan bijtekenen. En uh, toen kwam mijn zaak benemen een half jaar voordat mijn contract afliep. En die zei, die had een boek bij zich. Nou, wat wil je? En in dat boek stond dan, zeg maar, zogenaamd geschreven. Van, niet zogenaamd, daar stond beschreven. Nou, oké, okay, contractverlenging Venebadje. Er waren nog een aantal andere clubs die eventueel interesse zouden hebben. Maar hij vroeg, wat wil jij? En uh, ik zei, ik wil terug naar Feyenoord. Uh, maar Feyenoord had geen interesse. Dus was niet dat Feyenoord naar mij toegekomen was. Van die we willen je hebben. Uh, en nou, dan laat ik dit boek dicht. Hij zegt, ik weet niet of het verstandig is. Want er heeft zich nog niemand gemeld. Uh, je kan heel veel kapot maken. Want je hebt daar een hele goede eerste periode gehad. En nou, als het niet goed gaat, wat gaat er dan gebeuren? Ik wil naar Feyenoord. En toen heeft mijn zakenwaarnemer zelf de club gebeld van ja, die ik wil terugkomen. Wat moeilijk ook... is om te onderhandelen dan, hè? Ja, ja je hebt eigenlijk geen onderhandelingspositie. Nee, inderdaad. Maar ja, het ging ook niet om het geld. Nee, uh, al moet ik zeggen dat het een prima contract was. Uh, uh, maar, uh, maar ja, de, die, die omgedraaide onderhandeling van een speler die graag terug wil en Feyenoord die in een situatie zit van Fred Rutte. Kennen jullie ook wel? Die, uh, die gingen mee stoppen. Wie wordt de nieuwe trainer? En toch, ja, toch een beetje met mij in de maag zaten. We hebben toch die onderhandeling en die deal kunnen doen. En uh, ja, dat was voor mij fantastisch. Dus uh, ik had nog nooit een prijs gewonnen. Eerste seizoen met Van Bronkhorst als trainer. Trainer waar ik ook mee samen had gespeeld. En uh, die, uh, uh, ja, die maakte mij gelijk aanvoerder. Eerste seizoen ging eigenlijk begin heel goed. En je eerste had... matches tegen Utrecht, meteen? Ja. ja. Het is echt, als je dat allemaal leest, ja, de tweede ja, periode ja. bij Feyenoord, is een volledig sprookje. Ja, ja klopt, ja. Ja, klopt. En, uh, ja. Ik denk als je het in een film ziet, dat je zou zelfs zeggen van. Het was wel een beetje onrealistisch. Ja, ja. Zo, te, ja. Maar, wat te, te mooi of ja, te, te Te voorspelbaar. Ja. Maar we hadden dat, dat seizoen, was ook nog wel opvallend met, met Van Bronkhorst. Begonnen we eigenlijk heel erg goed. En toen hadden we een fase, zeg maar in het midden van het seizoen, waarop we zeven wedstrijden op rij verloren. En normaal zou een club <laughs> altijd. Ja, de trainer ontslaan, er zou van alles gebeuren, maar wij bleven knokken. En uiteindelijk kwamen we daar met elkaar uit, zeg maar, als spelers en de trainer. En toen wonnen we de wedstrijd van Roda in de beker. Gingen we in een 5-3-2 systeem spelen, gewoon puur om te overleven. En we wonnen die wedstrijd en uiteindelijk maakten we het seizoen goed af en we wonnen de beker. En dat was eigenlijk voor mij misschien ook wel een mooi moment om in ieder geval bij Feyenoord te stoppen, want die had wel een prijs. En, en, en ik had maar een contract van één jaar. Ja, 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 en, dus, de ja. en de finale van de beker ook tegen Utrecht. Ja, ook nog eens. Ja, en, en winnen. Dus het was afsluiten met een prijs, dat kon, maar ja, ergens in mijn hoofd zat toch dat, dat, dat kampioenschap. En uh, ja, toen wilde ik door en ja, met de club besproken van ja, wat, wat, wat zijn dan de mogelijkheden? Hoe zien jullie mij? En kunnen we dan <tus> nog iets extra's doen? Hè, om spelers erbij te krijgen. Want ja, we moeten wel uh, wat kwaliteit erbij hebben. Nou, dat gebeurde. En vanaf de eerste dag kwamen we eigenlijk op kop. En uh, op het laatst werd het nog heel spannend. Maar ja, als je zo af kan sluiten tegen Heracles. Ja, dat is ja, tot op de dag van vandaag. Uh, de mooiste kippenvel. dag van uw leven. Toch? Ja, neem ons, eens, neem ons eens mee naar die dag. Um, nou ja, het gaat eigenlijk de week, de week voorafgaand. Die was wel heel bijzonder, omdat. Wij stonden, bo wij stonden bovenaan. We hadden nog twee wedstrijden, waarvan we de eentje moesten winnen om kampioen te worden. Dus dat we kampioen gingen worden, daar was iedereen al van overtuigd. En de ene laatste wedstrijd speelden we tegen Excelsior. Excelsior was op dat moment gedegradeerd. stond stonden stijf onderaan, dus er was eigenlijk een formaliteit. De avond van tevoren uh, gaan we op hotel. De hele stad was al in rapper-roer. Iedereen was eigenlijk het kampioenschap al aan het vieren. En ik besloot toch om naar mijn trainer van Bronco's te gaan. We hadden wat frictie gehad, omdat ik was aanvoerder dat seizoen, maar ik was mijn basisplek verloren. En ik zou ook die kampioenswedstrijd tegen Excelsior niet spelen, zoals ook gebeurde. En ik wilde toch even met hem praten. Van nou, weet je, we hebben toch geflikt met elkaar, maar ik zou graag één ding willen. Dat als we kampioen worden, dat ik op het veld sta. En toen uh, zei Van Bronkhorst van luister, als we voorstaan, kom je erin. Als we gelijk staan en we moeten winnen, kom je er ook in. En als we achterstaan, kom je er helemaal in. Dus het is altijd het moment dat jij daar zal staan. Het was eigenlijk een heel goed gesprek van een fase waarin ja, toch wel wat wrijving was ontstaan. Omdat ik absoluut niet blij was. Als dus iemand als speler niet blij was om op de bank te zitten, was ik het. En ik was ook denk ik niet zo leuk voor de trainer. Uh, <laughs> Maar goed, die wedstrijd komt. En voorafgaand duizenden mensen op straat, één groot feest. En we gaan die wedstrijd spelen. En pff, ik weet niet wat daar gebeurd is tot op de dag van vandaag. Maar we komen 1-0 achter, 2-0 achter. Ik mag met 2-0 ik invallen. Ik moet in de muur staan. Die bal gaat over me heen. Het is 3-0. En dan in de allerlaatste minuut kreeg Tony Villena uh, kreeg een gele kaart. En dat was zijn vijfde gele kaart, waardoor hij geschorst was. En dat is de reden waarom ik die laatste wedstrijd heb gespeeld. Anders had ik waarschijnlijk ook die laatste wedstrijd op de bank gezeten. Dus dan kom je in een week, zeg maar, waarin iedereen doodneveus is. Ja, waarin tuurlijk. ik een hele ervaren speler was. En iedereen zegt, jij gaat het wel doen. Jij gaat de voet. Want je zorgen. moet die laatste match winnen. Ja, die moesten we winnen. Dus uh, die week die in aanloop naar Herakles was, ah, was zoveel spanning. En we moesten onszelf weer opladen. Want ja, je krijgt wel 3-0 klop van excelsior, dus ja. Een derby is nooit een formaliteit. Natuurlijk. Een derby is nooit een formaliteit en nou ja dan die aanloop en dan die wedstrijd waarin je op het veld komt en gewoon een deken van warmte voelt op het moment dat je die warming up gaat doen. Dus de kuip heb je die tunnel die open gaat en je komt er dan die warming up en je voelt gewoon de spanning, de emotie, iedereen <laughs> gewoon uh, ja heel veel stress zeg maar in dat stadion van de supporters. Dat voel je gewoon. Nou en Mooie dag was het, en dan ga je die wedstrijd beginnen. En dan, na 40 seconden, ja, ontstaat dat moment. En als je ja, die beelden erbij haalt van. We geven druk, op een gegeven moment een ingooi. Van Broncos krijgt die bal in zijn handen, gooit de bal naar Bart van Nieuwkoop. Snelle ingooi. En die verdediger glijdt ook nog eens een keer uit. Ja, en dan komt die bal voor mijn voeten. En ja, beter kan ik hem denk ik niet inschieten. En ja, in één keer is gewoon dat stadion het helemaal gek. En dan weet je eigenlijk: van ja, dit kan niet meer fout. En de kuip kan trillen, hè? Ja, dat is niet normaal. Dat, de, de, de kuip beweegt echt. Ja, lekker, beweegt echt. Maar op dat moment was echt: uh, ja, kippenvel. Kippenvel en zoveel emotie. En ja, alles wat daarna gebeurt eigenlijk ook. Ja, want je scoort niet één keer, hè? Nee, ja, ja, dus. de... nee nou, alles, alles valt dan op zo'n moment goed. Dus ik zat lekker in de wedstrijd. Uh, tweede goal actie van Elia, die, uh, die mijn, uh, mijn hoofd vindt. Ik kop hem erin. En ik loop nog naar Tony Villena toe, die daar zat, terwijl ik helemaal niet wist dat hij daar zat. <laughs> ja, en dan op het laatst dan nog een penalty om met een hat-trick je carrière af te kunnen sluiten, omdat ik wist dat het mijn laatste wedstrijd zou zijn. Want ik had al besloten om te gaan stoppen. Maar was het wel al wereldkundig gemaakt? Nee. 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 Wat een einde. Ja. Ja, ik denk wel dat je. Moest je het nog niet beslist hebben, dat je dan sowieso moest beslissen. Ja, ja, ja nee, maar het, het leek wel alsof het allemaal al was ja. beslist. Want het is, nee, ja, het is, wat dat betreft, net een, net een sprookje. Ja, Ik kan me die wedstrijd. Ik ga die ook nooit vergeten. Ik weet, bij, ja. bij Play Sports hebben we een commentator, Thomas Liekens. Ja. Die was naar daar. En dat is een van onze meest enthousiaste commentatoren. Ja. En toen jij je eerste scoorde. Die zat ook daar en pff, dat was echt... Ja. De, de kuip ontplofte, heel plofte mee. Dat is echt een, ja, ja, ja. een legendarisch het ook, de, fragment. De, was het was uh, ook niet makkelijk, zelfs voor de meest rustige mensen, <laughs> om daar niet in mee te gaan. Nee, dat, dat geloof ik helemaal niet. Ik denk zelfs dat Leroy del Tour, die hier vorige week de gast was, die heeft niks met de eredivisie, maar echt niks. En die is toen voor PlaySports de socials daar ineens gaan doen. Voor dat moment. De stories. Voor dat moment. Net nee, ja. ja. kunnen maken. Ja. Ja. Hoe was dat feestje? Prachtig. Eerste titel in 18 jaar voor Feyenoord. Ja, dat was, was ongelooflijk. Dat was echt uh, een groot feest dat was ook wel, uh, ik denk dat jullie Afro Jack wel kennen, mm -hmm. maar omdat ik zeg maar aanvoerder was en uh, uh, alles een beetje aan het regelen was om nou ja, gewoon een leuk feest te organiseren als we kampioen zouden worden, hadden we die wedstrijd voor Excelsior. En daar kunnen maar 5000 mensen zitten. Dus wat had Feyenoord gedaan? Die had uh, gewoon ook in ons stadion, de kuip, allemaal kaarten verkocht en in het midden hadden ze een box gemaakt van grote schermen zodat iedereen naar de wedstrijd en kijken. En wat hadden we nou kunnen regelen? Afrojack zou zeg maar optreden op het kampioensfeest. <laughs> maar die had dus anderhalf uur in die box gezeten. Want die zou eruit komen als verrassing. Ja, dat feestje ging natuurlijk helemaal niet door. Dus uiteindelijk kon Afrojack ook niet de week daarna. Waardoor we hem niet op het feest konden krijgen. Maar ja, we hebben denk ik de hele week allerlei festiviteiten gehad. En uh, heel weinig uurtjes geslapen. Maar ja, de stad stond op zijn kop. En... Ja, de Kool-single, misschien jullie ook wel bekend. Ja. Dat, uh, ja, dat zijn unieke, unieke gebeurtenissen. Okay. Uh, voor we je laten gaan, wil we nog even over je carrière bij Oranje hebben. Ja, dat moet. Dat mag. Ik heb herinneringen aan de speler Dirk uit bij Feyenoord, bij Liverpool. Maar ik weet niet of het bij jou zit, Sam, maar dat is toch vooral bij het Nederlands elftal wat daar. Ja, We over zijn er mee begonnen. Hè? Dat, is, dat is fantastisch. Zoveel caps in die lichting uh, kunnen doen. Zoveel. Uh, drie WK's, twee EK's. Dat is, dat is niet normaal, hè? dat is niet. Wat ja, weet normaal. je nog van je debuut? Dat was in het Utrechtstadion. En um, dat was Marco van Basten. Dus ik Vergullet, uh, was mijn idool, maar Marco van Basten ook. En hij was degene die mij selecteerde. En mij op rechtsbuiten in het Utrechtstadion, waar het allemaal voor mij begon, in liet vallen. En op basis van dat ik daar het goed deed. Uh, kon ik zeg maar, mijn officiële debuut tegen Tsjechië een paar weken later maken. Dus dat was voor mij een hele bijzondere ervaring. Betekent ja, je ook nog voor wie je eerste assist was? In je, je, je geeft een assist in je debuut, in die match tegen Liechtenstein. Weet je voor wie dat was? Nee, dat weet ik niet meer. Tegen wie was dat? Tegen Liechtenstein? Ja, nee, ik bedoel tegen... Uh, Danny Lanszaat. Oh, Danny Lanszaat. Nee. Ja. Ik weet wel volgens mij tegen Tsjechië op uh, Van Hooydonk. Daar had ik wel een assist op, ja. Um, de toernooi dan? Ja, het eerste toernooi? Um, WK 2006, 7 op 9 in de groep des doods. Jullie hebben een paar groepen des doods gehad, ja, een Paar door weer op rij. Groep met deze is eigenlijk de gekste: Ivoorkust, Argentinië en Servië. En dan komt de match daarna, die nog altijd de schande van Nuremberg wordt genoemd. Dat klopt. De wedstrijd ja. tegen Portugal, want je hebt al gezegd het record maar die cijfers. 16 gele kaarten en 4 rode. Ik heb daar straks die samenvatting nog eens bekeken. Pff, allemaal ja, sla, slagers bijeen bijna. Ja, ja. Jij, jij bent de enige die denk ik geen echte harde tackle heeft uitgedeeld, of zo leek het gedaan. toch? Ja. <laughs> <laughs> nou ja, dat, was, dat sloeg helemaal nergens op. Dat liep helemaal uit de hand. En uh, ja, dat is voor mij een van de meest gekke wedstrijden die ik, die ik ooit gespeeld heb. Waardoor, waar, waarop je op zo'n niveau, zeg maar een WK-niveau. Waarop een wedstrijd zo kan escaleren, zeg maar. Dat was maar echt... Komt dat dan omdat de scheidsrechter die match niet in de hand had? Of hoe komt het maar dat ik dat, dat, dat ermee te maken heeft? Dat je als je scheidsrechter niet uh, de controle hebt. Maar ja, uiteindelijk hebben wij als spelers natuurlijk zelf ook de controle verloren. Want ja, hoe kan je nou jezelf zo laten gaan dat er zoveel gele kaarten en zoveel rode kaarten uh, vallen? Dus. ja, ik, ik was nog een broekie en ik weet nog dat, ja, dat het heel gek was dat Ruud van Nistelrooy. Ja, naar de bank verplaatst was. Terwijl hij echt absoluut de absolute topspits van United was. En ik was, ja, de spits van Feyenoord. En Dat van Basten mij daar neerzette, had ik echt nooit verwacht. En ik denk met mij vele anderen. Maar ja, toch ook in die wedstrijd waren er wel één of twee mogelijkheden. waarin ik nog beslissend had kunnen zijn. Ja, je kreeg nog een grote kans op de ene. Ja, ja, ja ik kom er net, net niet goed ja. bij. En, uh, nou ja, uiteindelijk is deze wedstrijd denk ik herinnerd om, uh, om uh, de gele en rode kaarten. Ja, ja. Ja, het maar eerste mij... waar ik aan denk is altijd Belarus ja. bij die match. En ik was helemaal vergeten, Figo die deelt daar nog een, een kopstoot uit aan. Uh, is het aan Van Bommel? Ja, van Bommel, volgens mij, ja, dat ging helemaal, uh, ging helemaal mis. Ja. En respect voor dat bom Van Bommel, die bleef rechts staan eerst nog. <laughs> respect. Ja, dat ja. ja, is toch zo? was wel een baasje hoor in het veld. Ja. Die kreeg ik, uh, nog. ik kreeg maar een gele kaart. Figo, kopstoot uitdelen. Geel. Ja, ja kon allemaal toen. Ja, echt, echt, echt maf. Um, Twee jaar later dan opnieuw de groep des doods. Frankrijk, Italië, Roemenië. En voor mij persoonlijk, ik denk dat dat misschien wel het beste voetbal is dat ik Nederland heb zien spelen. Dat toernooi. Ja, ja, dat, dat, ja dat vindt ook. Die groepsfase. Onze ja. generatie die vindt dat, dat ook wel, ja, met name de wedstrijd tegen Frankrijk en Italië. Hm. Hoe we allebei die landen weggeblazen hebben, dat was echt ongelooflijk. Dus dat was. Ja, dat, het was een ongelooflijk toernooi waarin je in de poolfase gewoon doorheen kroost En dan twee topfavorieten helemaal uh, ja, weg tikt. En dan jezelf bijna in een absolute favorietenrol duwt. En dan op zo'n manier tegen Rusland eruit ging. En uh, ineens sloeg dat om. Hè? Dat had ook te maken met privéomstandigheden van Boulerous. Hij verloor zeg maar, tijdens dat toernooi uh, uh, een kindje, zeg maar. Dus met de zwangerschap. Uh, en dat had heel veel, dat deed heel veel met de, met de ploeg. Maar en, hoe kan dat dan? Wat zeg je? Dat, hoe kan dat dan zoveel impact? Ja, dat dat gebeurde. Dus de, 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 de vrouwen, de familie was bij ons. Zij was daar okay. ook. En die, ja, die zwangerschap ging niet goed en dat kindje uiteindelijk is daardoor overleden en uh, ja dat had een enorme impact op ons allemaal. Uh, er zijn naar, naar het ziekenhuis, er zijn een aantal spelers naar het ziekenhuis toe geweest, spelers naar het ziekenhuis toe gegaan. Uiteindelijk heeft Boelaruks toch nog die wedstrijd willen spelen, dus ja, dat, dat deed gewoon heel veel met ons en uiteindelijk ja, zijn we ook wel een beetje outplayed door. Uh, door uh, ja, onze welgeliefde Guus Hidding, die uh, ja, tactisch dat heel erg sterk deed. Arshofin bij... was toen geweldig in die match. -up. Ja, Arshofin. En hoe heette die back ook weer, Sirkov? Is dat goed? Ik denk het wel, ja. En wat, wat, uh, wat, wat Hidding goed deed, is dat Sirkov is eigenlijk een linksback. Hij wilde vaak linksback, dus die zou tegen mij zijn, dus het zou een potje hardlopen worden. <laughs> maar wat deed hij nou? Hij zette, ons, hij zette hem om. Dus hij ging de eerste helft ging hij aan de andere kant lopen en uh, liep hij op volgens mij van de vaart en de tweede helft wisselde van van Bas mij en toen zette die uh, die cirkel weer naar links back en uiteindelijk zijn we in de verlenging uh, verslagen en uh, denk ook iets te vroeg al onze wissels opgebruikt ja, dat was wel een ontgoocheling dat we op die manier eruit zijn gevlogen Want kwam in de groepsfase die match zeker tegen Frankrijk in Italië ik denk Prachtig dat het van, van de lichting dan misschien de grootste teleurstelling moet ja, zijn. Ik vind dat ook. Omdat ja, ja, de, de, kijk, de 2010 was gewoon. Ja, maar daar dan haal je wel zo. finale. En, de, ja, en finale, ja. en zeker tegen dat Spanje, ja. kunt je verliezen. Dan ja, 14 denk ik het maximaal eruit gaat. Maar daar in 8 blijft ik toch ja. het meest zeker, op de honger zitten. Dat zeker omdat zijn. je al Frankrijk hebt geklopt op zo'n manier. Ja. En Italië, als je gewoon met 1-0 wint twee keer, ja. zonder goed spel, ja. dan ja, denk je er wel. anders over. Maar jullie domineerden die twee landen echt. Jullie speelden die volledig naar huis. Ja. Echt. Ja, en dat was zeker niet zo in de finale uh, tegen Spanje. Maar als je dan kijkt de kansen die we, die we kregen. En, en de manier waarop we hem dan ook nog uh, uh, verliezen. Dus het de, de, de moment van Robben en de teen van, uh, Casillas. van Juist, ja, ja. Dat, dat is heel frustrerend. En wij hadden ook allemaal het gevoel van Maarten Stekelenburg. Die echt in de vorm van zijn leven was. Allemaal het gevoel van als het tot penalties komt. Dan gaat hij dat voor ons flikken. Ja, en dan tweede worden, dat is echt ja, ja, dat is het meest verschrikkelijke wat er is. Op vier minuten van penalty's, ja, ja, dat is ook nog een, volgens mij een cornerbal voor ons. Nou, die wordt niet gegeven, waardoor zij een aanval hebben. En uh, ja, dat gaat helemaal mis. Hoe is, hoe is zo'n kleedkamer naar de finale? Ja, dat beleef je in een roes. Omdat je, ja, je, je bent zo gefocust in een heel toernooi. En je bent dan een aantal weken met elkaar. In totaal zes weken zit je, als het ware, opgesloten. En dan is de in keer over en je wint hem niet. Ja, dat beleeft iedereen op zijn eigen manier. Maar ik weet nog, ja, dat volgens mij is dat uh, Wesley Snijder nog met een paar uh, Spanjaarden met de Ramos in de kleedkamer bij ons bier te drinken. Uh, ja, dat, dat is, dat is, ja, dat is gewoon, in een waas leef je dat. Dus iedereen verwerkt dat op zijn eigen manier. je kan het bijna niet geloven. Ja, want ik weet uh, bij ons in uh, het WK en in Rusland, wij waren enthousiast, wij geloofden erin. Maar Nederland was al wereldkampioen, hè? Ja. Voor de Nederlanders. Ja, ja, ja. ja, nee, de... ja maar ja, hoe dichtbij dichtbijkend zou komen? Natuurlijk. Maar, tegen... maar je... Misschien het allerbeste Spanje ooit. Maar, ja. maar, maar het is wel gewoon, ik zeg het, Nederlandse familie ook. Dat als ze de finale halen, ja, er is geen, was geen twijfel over. Dan ja. moet jullie als ploeg toch ook voelen. Die, is dat niet die extra druk die er dan toch bij komt, misschien? Ja, maar de, in zo'n toernooi ben je wel redelijk afgesloten. En alleen wij, wij, wij geloofden zelf ook heel erg in het feit dat we dat toernooi konden winnen. Ook al wisten we dat Spanje echt een heel goed team had. Dus we wisten echt wel dat misschien in potentie zij wel een beter team hadden dan ons. Alleen, ja, ons team was heel erg goed en, en de wil om te winnen heel erg groot. En ja, het, het gevoel dat we het konden flikken hadden we heel erg, op welke manier dan ook. Ja, echt, ik denk echt dat het een heel leuk toernooi ook moet geweest zijn in, in Zuid-Afrika. Ja, Zuid-Afrika was uniek, pachtig zeg maar zijn uh, dus. ja, dat land en, en, en ook een beetje natuurlijk met de armoede die er is, maar hoe blij de mensen waren dat, we, dat, dat, ja, dat het toernooi daar gehouden werd. Die, uh, ja... Die slobbenwijken zijn we er ook doorheen gereden. Dat al die kinderen achter onze bussen aan, aanreden. Maar ook, ja, ook, ook momenten dat je, zeg maar, s'nachts om drie, vier uur terugkomt in je hotel. Waar je dan al die periode verblijft. En dat dan de hele, ja, de, de hele, alle mensen van het hotel op ons wachten... En dan van die Afrikaanse liederen zongen. Ja, ja dat was echt heel bijzonder. Ja. Wat is voor jou de match van dat toernooi? Is dat die tegen Brazilië? Ja, tegen Brazilië was wel een uh, ja, uniek moment. Omdat. De eerste helft tegen Brazilië werden we echt van het kastje naar het muur gespeeld. Met, met Kaka en uh, nog een paar van die uh, grootheden was, hadden we het zo lastig. En uh, toen ontstond er iets in de kleedkamer. Nu kwamen we in de kleedkamer en zaten er een paar uh, ja, spelers gewoon helemaal verslagen bij. En toen op een gegeven moment pakte volgens mij Wesley Snyder het woord. Die zei van ja, wat er gebeurt vandaag gebeurt er, maar wij gaan vandaag niet naar huis. Laat gaat ons niet gebeuren dat het hele toernooi er zo goed in zit en dat we één helft gespeeld we hebben nog kans. Nou En toen, ja, toen gebeurde zeg maar, dat wonder en dat was een fantastische wedstrijd met Sneijder die met zijn hoofd scoort. Ook van die knotsgekke unieke dingen. Dat was wel het jaar van Wesley Sneijder. Hè? Dat, was, dat was echt het Wesley Sneijder jaar. Ja, die won bijna, bijna alles. Hè? Dus, ja. uh, bijna... Was, was dat iets zo als, als ze aankwamen dan in Zuid-Afrika? Want hij had de Champions League finale als ik me niet vergie, van Robben net gewonnen. Ja, ja dat dus, was. Dat enkele weken daarvoor, maar hè, op het ja, dat was, die dat was komen... natuurlijk wel een, een strijd. Dus uh, wij waren al aan de voorbereiding van, van het WK begonnen. En uh, Robben van Bommel en Sneijder, die waren er nou ja, nog niet, want die moesten de finale spelen. Dus ja. Uh, die kleine Snijder kwam met een Champions League binnen. Dus dat ja, die kwam echt... Uh, lijkt me ook iemand die dat is, uh, niet nalaat om te zeggen. Hij was 1,50 meter, 50, maar hij kwam binnen Hij zag eruit alsof hij 2 meter was. <laughs> maar voor <laughs> jullie ploeg, dat toernooi misschien wel het beste dat had kunnen gebeuren. Want Robben en, en Van Bommel die gingen sowieso wel niveau halen. Of ze in ja, ja, de finale ja, nee, wonen of nee, verloren. Ik denk dat Snijder daardoor net... Die flow van Snijder ja. was enorm, enorm belangrijk. En... en ja, Robben en, en Van Bommel waren sowieso al grote steunpilaar. Dat was Snyder ook wel, maar ja, Wesley heeft wel altijd in zijn carrière bepaalde highs moeten, moeten hebben. En dat, dat was een absolute piek, uh, piek van hem. En, en wat, wat ook wel hielp, is dat hij die Champions League uh, van, uh, ja, van Louis Gaal had gewonnen. Hè? Want uh, dat was <laughs> voor hem ook een extra, <laughs> extra target. Dus uh, ja, hij was, ja, hij zat in een hele goede flow. En ja. Vrij opmerkelijk dat hij op dat jaar niet uh, Spelen van het nou, Jaar is geworden. Dat is onbegrijpelijk. Hij was op dan alles. Sowieso dat jaar de beste voetballer van de wereld. Ja, ja. kampioen, ja. Uh, Champions League, finale, topscorer van WK. Ja. Dat was heel raar. Ja. Ja. Is het, uh, Van Bronckhorst die toch tegen Uruguay die wereldgoal scoorde ja. de halve finale? Ja, ja dat was ook... Uh, ja, dat zijn zo'n momenten die je doen geloven in de toernooiwinst denk ik. Want dat zijn... Die, ja, nee, we, we hadden echt, zeg maar, uh, vanaf het begin... want toen we in Nederland begonnen, zeg maar 2010... was, was iedereen eigenlijk best wel sceptisch, zeg maar. Dus er was niet zo heel veel geloof in, in, in ons. Uh, maar wij zelf geloofden wel heel erg dat we het beste team konden zijn. Eh, misschien niet de beste voetballende ploeg, maar zeker het beste team. En... Um, ja, dat groeide en dat groeide. We wonnen onze wedstrijd, kwamen we vrij makkelijk de poel door. Uh, Slowakije volgende wedstrijd. Dat, ja, dat ging eigenlijk allemaal goed. En dan overleef je zeg maar een moeilijke fase tegen Brazilië. En daardoor hadden we ook superveel vertrouwen tegen Uruguay. Ja, dan sta je in één keer in de finale. Dus dat is, dat is heel gek, maar dat komt door de flow. Uh, ja, wij zeiden destijds van ja, we zitten in een tunnel. En we hebben maar één doel en dat is die, uh, die beker. Uh, EK 2012, daar ga ik kort over zijn. Dat is het uh, toernooi, denk je, dat jij snel wil vergeten? Ja, nou ja <laughs> wij, 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 wij allemaal. Want uh, ik, ik weet nog uh, dat ik voorafgaand aan dat toernooi... was ik volgens mij topscorer in de kwalificatie. En uh, uiteindelijk uh, ja, verlies ik mijn plek. Uh, maar ik denk dat dat ook een beetje het toernooi was van, van Persie... En Huntelaar. waarin allebei eigenlijk uh, op een heel hoog niveau speelden op dat moment. En uh, ja, voor Marwijk ervoor koos om um, uh, ja, hun beide een beetje te implanteren en niet echt te weten van uh, wie is nou de spits. Hm. En uh, ja, daarop had je Affelei nog, die in het elftal kwam, en Van de Vaart. Dus er werden heel veel mm -hmm. dingen niet echt duidelijk, waardoor, ja, waardoor het, het net niet toernooi werd. Ja, op Voor mij groep, helemaal niet. Maar... op een nieuwe groep des doods ook trouwens. Ja, ja, dat was een super lastige, en waar we tot het laatste moment ook kans hadden. Maar ja, vanaf het eerste moment zat alles daar tegen. Duitsland ja. en Portugal en Denemarken. Ja. Tof. Kan tellen. En dan het WK 2014, jouw enige grote toernooi waar België ook aanwezig was. Ja. Dat is echt... Best wel gek hè? Ja? Ja. En we hadden hmm. halve finale tegen elkaar kunnen spelen. Ja. Als we had wel tegen Argentinië hadden gewonnen. Ja. 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 Mijn tickets lagen klaar toen. Ja, maar we hebben het nu over de oranje trouwens. Ik was kijken over de. Ja. Ja. Maar dat was wel de verrassing. Want voor dat toernooi, niemand geloofde in Nederland. In België, toch, was dat heel duidelijk. Niemand. Dacht dat Nederland ver kon geraakt. Ja. Hoe, hoe was het bij jullie? Hadden jullie daar wel geloof in? Oké, okay, jullie hadden Louis van Gaal. Dan ja. heb je al 10% meer zelfvertrouwen, automatisch, denk ik. Ja, ja, ja. Nee, ik, ik weet nog goed dat inderdaad er inderdaad niet veel verwachtingen waren. Maar ik weet nog heel goed de allereerste dag. Nee, de, de, de dag voor de, voor de wedstrijd tegen Spanje. En toen liepen wij in de kleedkamer en naar de van die tegeltjes. En. Uh, ik weet niet meer welke speler het was. Maar die had van die pinnetjes aan. Die je zo tik, 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 tik. En in ene loopt Van Gaal achter, een van, achter die speler. En die, die brult het uit: We worden wereldkampioen. En die jongen die schrikt zo, die valt. Maar hij meende dat echt. En waarom iedereen in Nederland zo negatief was, is omdat we vlak voor het toernooi gingen veranderen van systeem. Maar wij hebben in de hele aanloop, ik denk twee. 2,5 week lang, elke dag op dat systeem getraind. En ergens kregen wij daardoor het gevoel dat het kon. Alleen ja, dan moet je tegen de wereldkampioen Spanje, mag je het gaan doen. Ah, dan wordt het een hele lastige wedstrijd. Ja, en dan gebeurt er wat er gebeurde en dan zit je gelijk in dat toernooi. En daardoor kregen we ook het gevoel van ja, wij kunnen met dit systeem elke wedstrijd winnen. Want we hebben, de organisatie verdedigend staat heel goed... We hebben allemaal jongens die alles willen geven. En met name voor die, uh, voor die twee voorin. Dus uh, Van Persie en Robben. En daarachter hadden we ook nog een Wesley Sneijder. Die getergd was tot op het bot. Omdat hij bijna niet mee zou gaan door Louis van Gaal. Die niet alleen zijn voetballende kwaliteiten wilde brengen. Maar ook zeg maar, de energie en de fysieke arbeid die bij dat systeem hoorden En die zich gewoon zelfs wegcijferde voor, voor die twee. Ja. En, dat, en dat maakte van ons een heel moeilijk te verslaan team. Want dat was het eigenlijk. We hebben geen wedstrijd verloren behalve op penalties. Maar we zijn ook een aantal keren op penalties doorgegaan. Maar die eerste match, dat zet ook al de tonen. Ja. Ja. Als je tegen Spanje begint en je wint met 1-5. Ja. Op die manier. Ja, ja, ja. ja, maar dat was echt... Ja. Dat was niet normaal. Ik, uh, ik heb die wedstrijd vanaf de bank bekeken. Dat was een van de mooiste Nederlandse elftal wedstrijden die ik bekeken heb. Dat Blijf, snap ik. Zeg maar hm. dat was maar echt... ik herinner me ook de meme van dat toernooi. dat was... Uh... De Achterkant was een, was een pony of een ezel en de voorkant was dan een renpaard. Ja. Omdat, want jij, jij stond rechtsbak, maar de andere verdedigers speelden allemaal in de Eredivisie gewoon. Ja, ja dat klopt. En daarmee dan, alleen, ja, zo ver. die ploeg raken dus. Blind Martins Indi Vlarende vrij. Ja. Toen waren de andere verdedigers ja. dan. Ja. Crazy toch? Daar ga ik ze dan mijn, zo van uh, op. jan Janmaat nog op rechts? Of? Ja. En Janmaat die er ook nog bij was. Want jij krijgt, inderdaad, jij krijgt daar een, een rol die je totaal niet gewend bent. Nee, ja, kijk, ik. Uh... En die ik in dat systeem ook weer niet zo raar vind. Op nee, dat moment van je carrière. Ja. Achteraf gezien is het gemakkelijk zeggen, maar. Nou ja, het, het, was, het was zo, zeg maar. Ik zat op dat moment in een fase. waar ik eigenlijk een beetje zeg maar, aan het afvallen was van het Nederlands elftal. En uh, ik weet nog goed dat uh, Vagaal die. Uh, zeg maar, toen Fagaal bondscoach werd. toen zei hij: Ik heb twee. Uh, ik heb twee boodschappen voor je. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Met welke wil je beginnen? <laughs> nou, toen zei hij van... Nou, ik zeg, begin maar met slechte nieuws. En toen zei hij van... Uh, ja, je hebt hier vaak als uh, buitenspeler gespeeld. Maar ik vind niet dat jij een buitenspeler bent. Want je bent niet snel genoeg. Je hebt dit niet, je hebt dat niet. Het is altijd heel rechtlijnig en duidelijk. Wat is op zich fijn is voor spelen. En in de spits, ja. Ik heb uh, Van Persie, ik heb Huntelaar. En dan heb ik ook nog Luc de Jong. En dan kom jij ergens. Ik zeg, nou, dat is niet zo uh, leuk nieuws, maar dan ben ik wel benieuwd naar het positieve nieuws. <laughs> en toen zei hij: Ja, je bent zo'n belangrijke uh, figuur in de kleedkamer. En, en zo belangrijk voor je mentaliteit en je ervaring. Dus ik zou je eigenlijk, zeg maar, als tweede aanvoerder willen aanstellen: no, De MVP. Nee, wat zei die nou? De, de uh, uh, Non-Playing non Captain. <laughs> Zoiets. Ja. Dus dat werd ook in die groep natuurlijk uh, een dolletje. En toen zei ik tegen hem van nou, oké, okay, dat was helemaal aan het begin. Hè, twee jaar voordat de WK begon, ik zeg, nou luister, ik ben super blij met de waardering dat je mij tweede aanvoerder wil maken. Ik zeg, maar ik ga jou wel in deze twee jaar tijd bewijzen dat je mij ook op het veld nodig hebt. Dus ik ben aan de slag gegaan en uiteindelijk ja, raakte ik die reserve aanvoerdersband ook kwijt door een situatie. En toen dreigde ik op afvallen en toen heb ik nog een keer een gesprek met hem gehad en toen zei ik tegen hem: luister, ik weet dat het lastig wordt voor mij, maar als jij een pincheater zoekt, ik denk dat ik beter ben dan Luc De Jong. Want ik heb een betere timing voor de ballen neerleggen. Luc De Jong is een van de beste koppers, denk ik, die we in Nederland hebben, heel veel goals gemaakt. Maar als je echt timing wil en ballen neerleggen, en Luc De Jong was op dat moment nog niet zo ver in zijn carrière, denk ik. Dan moet je voor mij kiezen. En toen heb ik hem daarin overtuigd dat ik. Nou, die rol zou kunnen hebben. Dus dat was eigenlijk mijn rol uh, voor het WK. En Johan Derksen, mijn vriend, die had zelfs gezegd: <laughs> ja, Kuit gaat alleen mee om uh, na afloop van de training de bal op te ruimen en de, en de hoedjes. En dat is zijn rol voor het WK. Dus wat doet hij daar eigenlijk? En omdat, zeg maar, uh, van Gaal... het systeem wilde trainen, trainen wij elke dag 11 tegen 11. Want we moesten dat syste systeem hey. inprenten. En uh, de basis speelde natuurlijk tegen de niet-basis. En ik was de pinch zitten. Dus ja, Spits was al een dubbele bezetting, want je had van Persie en Huntelaar. Mm -hmm. Dus ja, maar moest hij mij neerzetten. Dus um, Danny Blind zette mij in de niet basis, zette hij mij linksback. En ik dacht ja, ik ga gewoon mijn best doen, want ja, volgens mij kan ik die wingback kan ik vrij aardig. <laughs> en hij wist eigenlijk niet echt wie die als tweede wingback mee moest nemen. Dus ik stond op linksback, stond tegen Robert te verdedigen, tegen van Persie, <laughs> en ik ja buffelen en mijn best doen en tot dat uh, vergaan in trinskap in de tweede week uh, van Portugal naar me toe komt hij zegt uh, denk jij wat ik denk ah. ik zeg ik denk het wel <laughs> hij zegt wat, wat, wat denk ik dan ik zeg, nou ja dat jij denkt dat ik ook gewoon uh, als wingback kan spelen ja dat denk ik oh <laughs> wow, zegt, wauw, dat was een moet die briljante dus, conversatie, uh, dus, dus hij zegt uh, hij zegt van nou weet je zorg dat je er klaar voor bent op het moment dat je het nodig hebt dus daar we hadden we toen nog twee wedstrijden oefenwedstrijden voordat we naar Brazilië gingen denk nou Krijg kreeg in ieder geval een keer een kans om een kwartier of een half uur uh, dat, dat te proberen. Nou, helemaal niks. Ja. Ik gewoon die wedstrijden in. En vervolgens uh, had um, Martins Indy die hersenschudding. Waardoor Blind ja, ja. centraal ging lopen en ik die wingback. Dus in één keer werd ik daar opgezet. Ja, en de rest is uh, history. Prachtig eigenlijk. Wat een evolutie. Ja, ja. ja. ja dat WK staat natuurlijk ook bekend. Ja, je haalde halve finales. Dat is één ding. Maar er is ook de Beroemde, ik wou beruchten zeggen, maar de beroemde keeperswissel. Ja. Ik, we hebben dat allemaal gezien. Wat denken jullie als team? Ja, was dat Toen, doorgesproken? Ja, Wisten jullie dat dat ging gebeuren? Nee, niemand, uh, niemand wist dat. <laughs> alleen, niemand wist dat anders. Alleen, het uh, alleen uh, Krul wist dat. En, en uh, Frans Hoek, de keeperstrainer. En Van Gaal. En Silissen wist daar ook niks van? Nee, nee want ja, dat zou hem beïnvloeden. Klopt. Ja, logisch. Dus maar... Van Gaal was echt iemand van de details. Dus die heeft over alles nagedacht. Dus elk scenario is bij hem bekend. En ja, dit is ook weer iets magistraals door ja, de, de tegenstander ja, op het verkeerde been te brengen. Want er gebeurt natuurlijk iets heel geks. Je denkt, wat gaat hier gebeuren? Waarom komt die keeper erin? Wat is, waarom is hij zo speciaal? En op de een of andere manier heeft dat wel het effect gehad om, uh, ja, om, om, uh, om ervoor te zorgen dat wij een ronde verder gingen. Dus dat is ook het bijzondere aan de wedstrijd tegen Mexico. Dat was de wedstrijd dat ik vier of vijf verschillende posities heb gespeeld. Maar dat was ook de wedstrijd dat ik mijn honderdste interland speelde. Uh, en ik was de zevende international die meer dan honderd interlands gespeeld heeft uh, voor Nels al. En het was het zevende jaar, als ik me niet vergis, het zevende jaar dat mijn vader was overleden. Het was de sterfdag van mijn vader. Oeh. Dus over. Ja. Symboliek. Ja, symboliek gesproken dus. Daar denk was, je wel veel over na. Hè? Ja, ja dat, was, dat was voor mij ja, iets enorm grijpends. En ja, hoe had ik nou mijn honderdste Interland op de sterfdag van mijn vader kunnen spelen? Want vooraf ja, ging ik mee als ballenjongen. Zo gezegd. Dus het zijn wel dingen die mij enorm raken. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen is dat dat verhaal zo'n bijzondere coach was dat ik de avond voor um, die wedstrijd moest ik naar hem toe komen En toen zei hij tegen mij. Denk jij wat ik denk? Nee, nee, nee maar dit is nog bijzonderder eigenlijk. Toen zei hij tegen mij: Jij start morgen op de links-wingback. Hij zegt maar, ik ben niet helemaal tevreden over de rechter-wingback. Dus het zou zo kunnen zijn, als dat in de rust gewoon niet goed gaat, dat je naar die positie gaat. Nou, dan moet je dit, dit en dit doen. En Vergaal was ook iemand die iedereen persoonlijke, individuele beelden stuurde van de directe tegenstander, van de kansen en de bedreigingen. Dus ik kreeg een clip zeg maar als linker wingback <laughs> en ik kreeg een clip als rechter wingback. Maar toen zei hij van ja, het is nu alles of niets. Dus als je komen, dan ben je nog steeds die pinch zitten en dan ga je in de spits. Nou, wat gebeurde er? We kwamen achter. Dus de eerste helft linker wingback, de tweede helft rechter wingback. We komen achter, moeten de spits in. Hij zegt, maar ja, dan gaan we natuurlijk gewoon een doelpunt maken en we gaan voorkomen... Ja, en dan wil ik niet meer naar een 5-3-2, maar dan gaan we 4-3-3 spelen. En kan jij dan ook als rechtsback spelen? Ja, dat kan ik wel, maar ja, dan moet je hier en daar. Dus ik heb denk ik meer dan een uur bij hem op de kamer gezeten. En alles wat die wedstrijd, uh, wat hij voorspeld had, wat kon gebeuren, dat gebeurde. Ja, en dat, dat, ja, dat zegt alles zeg maar, over de trainer Louis Vergaal hoe gedetailleerd en hoe goed hij was, wat hij had. Ja, ik had, ik had vijf video's. Ik heb die nacht bijna niet geslapen, want ik moest alles bekijken. Maar, ja, dat dat zijn we wel, bij... denk ik, niet aan elke speler toevertrouwen. Nee, zei, nee. Zoveel nee, nee, maar dingen Ja, wij hebben een hele goede klik. Nog steeds heb ik regelmatig contact met hem. En ja, dat maakt hem bijzonder. En ja, dat heeft mij ook geleerd dat ja, voetbal, en zeker op het allerhoogste niveau, wordt bepaald op details. Tuurlijk. En hoe hoe, hoe specifieker je kan zijn in die details. Ja, des te meer kan je het verschil maken op een positieve manier. Al oh, veel Louis van, van Gaal verhalen gehoord. Ik vind het prachtig. Een van de mooiste verhalen die ik ja, heb en, gehoord. En dat, en dat op, een, uh, op een dag, weet je, die voor mij ja. al heel bijzonder was. Daarom? Ja, en, en wat ook nog wel bijzonder was, is dat op dat moment, we speelden in 40 graden en de helft van het, van het veld was in de schaduw. En de helft was in de zon. Dus ik was heel blij dat ik de rust in kwam. En ik denk, lekker de tweede helft in de schouders spelen. Nee. Ja, toen ging ik naar rechts. <laughs> dus uh, ja, dat was, dat was uh, ja, voor mij uh, ja, een van de meest bijzondere wedstrijden die ik uh, gespeeld heb. Dat geloof ik helemaal. Um, laatst ja. over, uh, over uh, uh, jouw je... training. Is dat ja? je, tijdens de match? denk je dan bij momenten aan je vader? Of is het uh, tijdens de match? Nou, niet... me... Dat was ook nog heel bijzonder. <coughs> dat beeld kan je, denk ik, nog wel terughalen. Is dat ik was, zeg maar aangewezen, tenminste ik was niet aangewezen als penaltynemer, uh, dat was Robben. Maar ik, was, ik nam wel altijd vaak belangrijke penalties, zo ook op dat WK. Um, en toen op een gegeven moment kregen wij de penalty na de actie van uh, Robben. Ik krijg nog steeds uh, op social media no era para <laughs> <laughs> van Mexicanen. Um, en toen wilde Robben die penalty nemen, omdat hij op hem, en dus hij zei, weet je, hij, jij moet hem nemen. En dat was het moment dat ik besefte van, ja, als ik nu tijd krijg om na te denken en ik denk aan mijn vader en ik denk aan, aan de emoties, dan ben ik niet in staat om te doen wat ik eigenlijk altijd doe. Okay. Dus dat zei ik op dat moment tegen Robben en op dat moment beslisten wij van hun te moet moeten nemen, want die was ingevallen. Ja, die neemt uh, de penalty en die scoort hem. Dus. Kan het ook, ja. Dus dat was wel, uh, wel heel bijzonder. En ja, met name voorafgaand en na de wedstrijd mm. denk je heel erg aan dat moment. Dus uh, was bijzonder. Er gehoord, is echt een Twitter-account trouwens, dat sinds die dag elke dag tweet dat het geen penalty was. Dat stinkt nog altijd. We zullen dat kunnen instellen waarschijnlijk, maar dat is elke dag: uh, ja, het was geen penalty. Hm. Ja, want we hadden het daar net even over die speciale match uh, bij Feyenoord en uh, die titelmatch. Ja. Maar als ik dit allemaal hoor, kan ik wel geloven dat dit een van ja. de mooiste momenten in je carrière ja, is geweest. Ja, door, was, door, door alle symboliek die er is. heel bijzonder. Dus ik heb dat shirt ook thuis met de datum. En, je honderd, en het is je honderdste in het land. Dus ja, dat, dat is Prachtig. gewoon uh, heel bijzonder. Ja, dat is, uh, toeval bestaat niet. Dat is daarvoor Daar, daar, daar geloof ik in. Voor ja. zo'n zo ding ja. inderdaad. Um, laatst over dat WK. De halve finale tegen Argentinië. Hoe wrang is die nasmaak nog na die uitschakeling? Ja, die, die is super wrang. Omdat ja, dat is de enige keer dat ik met, met penalties zeg maar, uit een toernooi geknald ben. Uh, letterlijk. En figuurlijk. Er um, gebeurt waren... niet heel veel voor Oranje Legends. Nee, inderdaad. Dat kan maar één keer gebeuren. Ja, ja. Nou, ja dat is heel vaak gebeurd, maar ja. Ja, bij mij dan nee. die ene keer. En ja, kijk, we hadden een heel goed gevoel overgehouden aan, uh, aan de penaltyreeks daarvoor. Dus eigenlijk hadden we heel veel vertrouwen, maar op het moment dat we toch zeg maar, van Persie moesten wisselen, want die was. Eigenlijk wat grieperig en die kon niet de hele wedstrijd volhouden. En Van Gaal besloot toch om hem de tweede helft van de verlenging te wisselen. Waardoor we geen wissels meer over hadden. Waardoor Krul niet meer in de goal kon. Maar ook onze, ja, onze nummer 1, 2, 3, 4 en 5, die eigenlijk heel erg in ons hoofd zat en heel veel vertrouwen gaf. Ja, die was in één keer weg. Dus Van Persie was niet meer de eerste penaltynemer. En daardoor ging Ron Vlaar, uh, ja, die toch onervaren was in het nemen van penalty de eerste nemen. En in mijn optiek zijn de eerste en de derde altijd heel erg belangrijk. Plus het feit ja, dat de keeper die we gewisseld hadden, nu die ballen moest stoppen. Dat doet iets met ons allemaal. En ja, ergens uh, ja, was het was not meant to be. Die, heeft Silas ooit penalties gestopt? Ik denk dat 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 uiteindelijk, wel, uiteindelijk, <laughs> uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk maar het is wel geduurd, hè? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. um, Sam, voor we Dirk laten gaan. Um, je had daar straks zat, zat een kijkersvraag. Je had, er, we hebben er al meer gekregen, misschien... Ik heb er meer, maar ik heb ook nog zelf een paar vragen. Als we nog mag ook, ja. uh, Hoe schrijft je uw achternaam nu eigenlijk? Ja, dat is een hele interessante. Um, in mijn paspoort staat K-U-I-J-T. Ja, zo zou ik het ook denken. Ja, en zo is het ook. <laughs> yes. Alleen uh, in Nederland, en daar is Kruif uh, mee begonnen, maar ook Feyenoord. Dus Feyenoord schrijf je eigenlijk ook met IJ. Kruif is ook met IJ. Van Nistelrooy is met IJ. Alleen op het moment dat je zeg maar ja, internationale wedstrijden gaat spelen. of je gaat in het buitenland spelen. en iemand moet op die manier kuiten uitspreken. of Kruif of Feyenoord. dan breken mensen vaak hun nek. Dus vandaar ja, dat wij Nederlanders dat uh, ja, in, een, uh, in een ei veranderen. Oké, okay, dus is Feyenoord ook. Dat wist ik nee. ook niet. Wauw. Sorry, je de shirt staat het met een. Daar, Met een, igrek, ei, met ja. een lange ei hè? Ja. Nee, Y. Ja. ja, dat bedoel ik. Ja. Lange ei Griek Oké, ja. Hm. Okay, ja. Uh, ik heb nog één uh, dilemma. Een hele moeilijke, denk ik. In hun prime, Luis Suarez of Fernando Torres? Je hebt ze allebei meegemaakt. Ja, nou ja. Kijk, Fernando was echt ongelooflijk. Uh, bij Liverpool, vond ik. Da daarna heeft hij, in mijn optiek, op clubniveau dat niveau niet meer gehaald. Uh, maar met, met, uh, met Louis had ik zeg maar, een nog intensere klik, zeg maar, in, de, in de vorm van dat wij hebben niet zo lang gespeeld. maar de periode dat we speelden, hebben we heel veel goals samengemaakt. Dus dat was uh, ja met name die eerste half jaar uh, ja, scoorde ik geloof ik ook vier, vijf wedstrijden op rij. En hij ook veel doelpunten gemaakt. En ja, wij voelden elkaar op een bepaalde manier aan, zoals ik dat bijvoorbeeld ook had met Kalou. Uh, Okay. Maar Fernando was ja, ook een fantastische speler, met name in zijn Liverpool-periode. Okay. Om daarop aan te sluiten, misschien nog een, een toffe laatste vraag. Je hebt met zoveel toppers samengespeeld. Wie is de beste speler waar je ooit mee hebt samengespeeld? Van, van Voor mij is dat uh, Steven Gerrard. Omdat hij had alles ja, wat je maar kan bedenken als voetballer. Dus ik vond hem snel, hij had een goede tackle, uh, had goed uithoudingsvermogen, had een paas. 40, 50 meter maakt niet uit. Als hij in de voeten over 10 meter aanspeelt. heb je pijn in je voeten, zo hard kan hij de bal inspelen. Had assist, maakte doelpunten. Ja. Aanvoerder en ook de persoon die jij is. Uh, zijn hele leven lang, oké, okay, buiten Amerika voor één club gespeeld. Ja, ah, fantastische kerel. Nog en steeds veel contact mee. We hadden het daar straks over nooit winnen van een titel. Is er zo vaak dichtbij geweest. En Steven maar, Gerrard dat, maar, is zo'n voorbeeld. Die bij Liverpool. Maar dat, nee, bedo is. dat bedoel ik dus door te zeggen van dat, dat kampioen worden, hè, dus waar we nu met Beerschot mee bezig zijn, dat het zo vanzelfsprekend lijkt. Maar kijk naar Steven Gerard eh, en wat hij heeft meegemaakt. Ja, ook in het jaar waarin ze heel dichtbij waren geweest. Dat geeft aan dat, ja, dat het helemaal niet vanzelfsprekend is. Dat het echt iets heel unieks is. En een kans die misschien wel nooit meer gaat komen. En op het moment dat je het zo benadert. Dan ga je heel anders in de wedstrijd zitten. En dat is, dat is wat ik geleerd heb van, van mijn Liverpool-periode. Ik ging naar Feyenoord. Ik dacht, ja, nu ga ik kampioen worden. En nu ga ik dat doen. En dan ga ik naar Liverpool, ga ik dat doen. Ik heb bij Feyenoord, eerste periode, won ik niks. En bij Liverpool, zes jaar gezeten, één prijs gewonnen. En al die andere keren tweede. FA Cup finale, tweede. Champions League finale, tweede. Premier League, tweede. Dus heel dichtbij gezeten. Halve finales gespeeld, finales gespeeld. Maar geen prijs. Dus het is niet vanzelfsprekend om een prijs te winnen. Het is iets super unieks. Alleen ja, op het moment dat je erin zit, denk je: ah, oh, weet je, lekker aan het voetballen. Ah, oh, we hebben toch de finale gespeeld. Hartstikke mooi. Maar zo is het niet. Hè? Dries, hetzelfde. Ik bedoel, kijk hoe bijzonder hij het vindt om kampioen te worden. Maar ik weet zeker als, als je Dries zou vragen: van ja, hoe beleefde je dat toen je 4,25 was? Had je toen het besef dat het eigenlijk. Ja, dat dit misschien wel een kans is die nooit terugkomt. Dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Dus ja, dat is iets wat ik zeg maar, de jongens bij Beerschot wel wil meegeven. Dat, dat echt iets heel bijzonders is wat ze nu meemaken. Snap ik. Ik, wens je ga, heel veel ik ga dit stukje ook in de, in de Sporting Hasselt spelersgroep droppen. Sam heeft, Sam heeft een eigen club, hè? Waarom? Ja, dus. Ik weet het. Dus, uh, we staan eerst en het, is, het gaat een fantastische titelstrijd worden. Om te achtervolgen op twee punten. maar Ik ben ja, op de maar, hoogte. Voilà. Ik weet meer dan je denkt. <laughs> ik zeg niks. Dirk, bedankt om tijd te maken. Ja. Het was heel fijn. Ja, het was fantastisch. Ja. Ja. Echt uh, leuk om ik even. te zijn. Leuk om hier te zijn. Dank ja, uh, Heel veel succes met Beerschot. Ja. Nog, uh, nog vijf wedstrijden, dus ik ben uh, heel benieuwd wat het gaat worden. Maar heel veel succes daarin. Sam, volgende week is even terug. Mag ja. al... En zit er een reguliere uh, voetbalcompetitie erop. Dus, dus ik kan al zeggen wat jullie gaan doen: een uh, Pax Media met uh, Gilles en Janko, zoals we de jaarlijkse traditie eigenlijk uh, doen. Ja, alle ploegen overlopen. Dus we beginnen het... van onder in het klassement en we gaan helemaal naar boven. Dus het record terugnemen van die Jan Vertongen-aflevering. <laughs> nee, laat die maar bij Jan. Bij de Premier League was hier dichtbij, hè? Ja? Nu nee, toch drie uur zijn de lets? Ja, ik, ik... ik weet het niet van buiten, maar ik denk dat die van Jan Vertongen nog veel langer was. Het wordt hier genoteerd? Maar goed. Ja, We hebben de laatste. Ja. Niks, okay, kijk. Goed. Volgende week is Evert hier dus terug. Uh, en dan gaan uh, Sam, Janko, Gilles en Evert alles overlopen van, uh, van de Belgische competitie. En dan uh, vooruit blikken naar uh, de playoffs. Wat is het? Voilà, het scheelt nog 20 minuten. Oh. Oké, okay, Sava. Er zijn er anderen die al boven de drie uur zijn geweest. Voilà. Wilt je XNO's in Midmits? Ik niet, maar jij blijft me melden. Oké. Dikke merci, Sam. Nog eens, dankjewel, Dirk. Uh, dank voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer. Salut. Bye-bye. 天杀！